The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zeg hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de MSD Not the face. rivers of een millenair. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Mijn gast vandaag is muzikant, regisseur, journalist. Hij werd bekend als zanger van Noordkaap en schreef klassiekers als Ik hou van u en Satelliet Suzy. Later richtte hij Monza op en daarna toerde hij verder onder zijn eigen naam in de band Meuris. Sinds 2016 treedt hij op als oudejaarsconferentier met zijn uh, shows Tirade. We zijn nu aan de derde editie toe, als het uh, helemaal ja. correct is. Klopt. Maar vooraleer hij een theater bij u in de buurt onveilig komt maken, is hij bij ons. Welkom Stijn ja, Alex, goedemiddag. Mooi, hè? Wat vond je daar? Dat van? was perfect, man. Goe, hè? hè? Zo'n een hele, een hele goede nut. Je bent een professional, hè? I know, I know. Ja. Ik doe dit, uh, I do this for a living. <laughs> Eigenlijk niet, want hier krijgen we geen nee, geld ik voor maar... ja, okay. Dat mag ik niet. Oké, okay, ja, we zullen maar gewoon met de deur in huis vallen. Je ja. hebt wel een bewogen week achter de rug. Godverd. Diepenbeek, het uh, ja. do-tell. Do do-tell. Niemand wil sterven in Diepenbeek, maar ben... <laughs> bij mij was het bijna zover. <laughs> Uh, nee, ja, eigenlijk een. Ik wil er niet flauw over doen, en met alle respect, zoals dat dan heet, maar uh, een incidentje voor een uh, school in een uh, CC waar ik een lezing gaf. Notabene, ongeveer de 98e lezing die ik deed. Mm -hmm. Helemaal aan het eind van de reeks trouwens. Uh, fijne opdracht, echt waar. Helemaal met plezier gedaan. Een soort bizarre geschiedenisles over Wereldoorlog 1, een, een project van de provincie. Gaat dat eens doen bij scholieren. Ja. En dat gaat altijd goed. Daar zit heel veel humor in. Dat is uh, geschiedenis met een hoek af. En daar liep het dan mis. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, het was niet het eerste incident. Er was er jaren geleden al eentje geweest. Mm. Maar dat was minder van aard, vond ik. Daar heb ik gewoon een heel klas uh, te te bellen naar huis gestuurd. Ja. Ik, vind, ik vind dat dat moet kunnen. Maar hier uh, spitste de strijd zich toe op één jonge man... 17 mm -hmm. jaar, waar overigens niks mis mee was zo bleek achteraf, want ik heb er nog een goed gesprek mee gehad, ja, 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 ja. maar dat was dus eigenlijk niet echt de aanleiding voor het, uh, voor het gebeuren, de, de, de media rel achteraf, en ik schrik nog altijd ging voornamelijk over de rest van die groep, de, mm -hmm. een deel van de, van de meisjes voornamelijk bleken getraumatiseerd te zijn ja. en toen dacht ik, what the fucking fuck <laughs> Ik heb dat toen nog gezegd zelfs, hè, aan die groep, met de micro in de hand van, kom komaan gasten, wat is hier aan de hand? Mm -hmm. Ik heb wel erger dingen gezien. Ik ben er zeker van, op diezelfde dag dat dat in Diepenbeek gebeurde, waren er in twintig Vlaamse scholen ergere incidenten, voornamelijk in het atelier metaalbouw, denk ik, <laughs> eh, dan dat. En, en dat loopt ja. dan uit de hand. Ja. Oké, okay, ik was wel fel in mijn ingreep naar die jongen toe. Je hebt een gsm door de ja. kamer gesmeten. Ja, fijn, ja. Gesmeed, ja, ik heb die gesmeten. Ja. ik moet dat niet flauw overdoen, ja. <laughs> toen ik kwam er pas achteraf achter dat er in Finland uh, jaarlijkse uh, wereldkampioenschappen zijn, GSM-smijten. Dus Misschien ik heb, uh, ik een beschrijving waard. Absoluut. <laughs> ik vind dat ik het, het, het erelidmaatschap verdien. Ja, maar, uh, al, dat had ik dus niet Je hebt er waarschijnlijk ook al meer pers mee gehaald dan de winnaar van de vorige uh, edities dus van het wereldkampioenschap. Uh, dus ik, zich... wist, ik, wist, ik wist echt waar, en op een duur witte dat, en jij weet dat ook. Uh, mm -hmm. Je kunt iets proberen in te dammen, en dan komt het punt waarop je weet, nu is de rest van de week naar de kloten. Ja. En dat punt kwam toen dat ik zag dat er, uh, en ik snap echt nog altijd niet waarom, een, drie meisjes, denk ik, aan het wenen waren. Ja. Terwijl er was geen fysiek contact geweest er was geen agressie, het was heftig, Aha. maar kort, twee, drie minuten heeft dat geduurd. Achteraf excuses met die jongen. Ik van mijn kant, hij van zijn kant, een directeur erbij, opgelost. Ik herinner me nog dat die directeur zijn, een, een wijze, iets wat oudere man. Ach Stijn, dat gebeurt in alle scholen en morgen is dat opgelost. We hebben elkaars excuses aanvaard. Ik zeg, dat denk ik niet nu. Hij zei nog van ja, ik spreek morgen die groep wel even rustig toe. Om ja. vier uur na middags. Ja. Ik zei meneer, ik vrees dat out there, mm -hmm. terwijl we weer gezellig bij de koffie zitten, zijn er honderd leerlingen met een smartphone. Ja. Een verhaal aan het fabriceren op internet, U, uw toespraak gaat geen zin meer hebben. Ja. Waarop hij nog zei: Ik denk niet dat zo'n vaart gaat lopen. Ik, ja, dat bleek dus Sandra en wel zo te zijn. Ja. Het was echt shit. En, en mijn excuses, maar soms gebeurt shit. Ik heb toen tegen die groep gezegd: Kijk mensen, welkom in de real world. Waarin af en toe iets gebeurt. Waarin mensen boos worden. Waarin een actie is die je niet had verwacht. Waarin iets. Tegenvalt, kortom. Mm -hmm. En ik had sterk de indruk dat ja, mensen van 17 daar niet meer tegen gewapend zijn. En vandaar inderdaad een soort hyperemotionaliteit emotionaliteit kan het niet anders noemen. Dat was echt. En, en toen wist ik, het kalf is verdronken. Echt, ja. want daar kunnen niet tegenop. Mm -hmm. Dus dat was heftig. Ja. 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 En de, wat voor een gevoel hadden er nu zelf bij? Dus zoiets van, ik vind dat ik zelf uh, nog altijd volledig in mijn nee, recht gehandeld ik, ik, heb, of ik vind het jammer dat ik mijn eigen ja, heb ben, laten gaan? Weet je, ik ben ik echt ben een ADHD'er, dat geldt niet als excuus, uh, uh -huh. maar dat betekent... Maar dat wordt wel vaak gezegd door mensen die ADHD -AD ja, hebben. Ja, <laughs> maar het, nee, dat betekent dat je in 99% van de gevallen je uh, energie en je... Uw enthousiasme positief kunt gebruiken. Dat levert projecten op, dat is heel tof. Maar heel af en toe ontstaan... En ik, ik weet ondertussen welke situaties dat zijn. Ja. Ik, ik, dat kan in de supermarkt, aan de kassa zijn, dat kan in het verkeer zijn... En welke kan... zijn dat dan? Ja, als er iets gebeurt waarin ik de rare drang heb om te moeten controleren en in te grijpen. Ja. Ik heb een soort ingrijpdrang. En ik weet ondertussen niet doen. mijn lief weet dat ook. Die herkent dat ook. Die zegt: Mur is kalm. Je hebt hier niks mee te maken. En dan denk ik: dat is gevaarlijk, want op een duur grijp je ook niet meer in als er op de stoep iets gebeurt. En ik heb nogal die neiging. En niet om stoer te doen, want dat ben ik helemaal niet. En achteraf hadden meestal een hoop shit. En hier bij die jongen wist ik, terwijl ik de tijd wist, ik deel op mis. Ja. Omdat er, dan staat er op een rare manier ook geen rem meer op mij. Maar wat was, het, wat was hetgeen dat u dat triggerde? U triggerde ja. Dat jij er stond en dacht, uh, omdat ik dat... voel dat het nu gaat gebeuren. Dat een ingrijpdrang ja, ik, naar boven komt. Weet je, er, wa er was een, een lichte voorgeschiedenis, maar die is met niemand. Je zit met een groep van 200 jong. Mm -hmm. uh, iedereen moest een smartphone afzetten. Jong, jong. Ik ben van, van een ik, lor, weet maar, maar... ik weet dat jong, mijn ja. familie komt daar ook dat vandaan. Ik ook, dat weet ik. Maar dus, ik, ik, die, die, die jongen liet heel Duidelijk, en ik snap dat je de 17, die ze liefjes liefke zat hem. die zat daar in een trainingspak met gouden kettings. Een stoere kerel. Oh, dat was ook echt dat. Ja, 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 ja. oké. Okay. En um, die, uh, die, die, die ging daar duidelijk niet in mee. Hè? Dus iemand van de school had gezegd: Ja, kijk mannen, 90 minuten, dat is heftig, maar het is grappig en het is fijn. GSM's moeten af. En hij deed dat niet. Ja. En, en hij liet dat ook duidelijk merken. Zo van: Witte ja, ja. niet, ik die niet. En ik vind dat niet zo erg, maar op een bepaald moment, na drie kwartier al. Enfin, al die eerste drie kwartier gingen geweldig, maar dat begon op te vallen. Ik zei, hey, kom gaaf. Die hadden we vier de rij, dus dicht ja, ja. Ik zei, kom aan laten zijn. En dat was zelfs met een beetje humor en zacht. Dat was, maar dat was heel. Hij voelde denk ik, aha. Nu sta ik in de belangstelling. Ja. ja, ja. En dan ja. komt het akelige punt. Ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt dat je denkt, wat moet ik nu doen? Maar ondertussen zijn we met een tekst ook bezig. Ja, 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 ja. Ja. Wat moet ik doen? En ik, ja, vanaf het moment dat ik er langs ging staan, wist ik dit loopt mis. Ja. Dan, dus eigenlijk moet ik gewoon die eerste stap vermijden. Ja. Ik, moet, ik moet eigenlijk gewoon simpelweg zeggen: laat gebeuren. Maar tegelijkertijd is er altijd een alarmklokje dat zegt: nee, hè, want 7 zijn er tien bezig met je smart." Ja. Want hij geeft eigenlijk het signaal: hé, hey, het kan, het kan. met ja. deze ben je een loser. Ja. En dat wou ik niet. Ja. En dan, maar ja, dan kom je op een soort gliding path waar je een einde aan komt. Ja. En, en dat bleek dus weer. Ik had dat niet mogen doen, hij had dat ook niet mogen doen, maar helaas. Welkom in 2018. Het moment waarop je zelfs excuses aanbiedt, en hij ook. Handshake, eh, we zien elkaar graag. Eigenlijk viel die gast echt wel mee. Ja, ja, ja. Dat helpt niet meer. Nee. Want je krijgt heel de rest van die Ja, groep. maar dat heeft ook niks meer met jullie te maken dan. Hè? Dan, nee, dan dat dat doet dan... iedereen zijn eigen Bam. platform daarover. Ja. En het grappige is, wat ik. Wat ik vind dat wat met, Dat vooral heel erg om deed denken. Hè? Heel het verhaal. Want het moet ook, het ja. moet ook gezegd worden in de media hè? de voorbije uh, dagen. Was het in het begin vooral heel erg, hè, wat heeft Meuris nu weer gedaan? Maar dan is er toch ook wel, ik weet niet of je dat zelf ja, hebt ja. opgemerkt, een draaike beginnen komen. Wat is er van Jung aan de hand? Psychologen die zeggen, ja maar, ja maar, die, die jongeren, dat is toch ook niet helemaal wat het zou moeten zijn. Oh, ik, ik, ik weet niet of wij anders waren in die tijd. Ik weet dat niet. Uh, alleen hadden wij geen smartphones en geen mm -hmm. sociale media. Maar ook toen was er natuurlijk een soort uitdagen en provoceren en noem maar op. Mm -hmm. Ja. Maar toen op een bepaalde manier en ik moet opletten wat, ik moet niet opletten wat ik zeg zeg wat ik wil voilà op een bepaalde manier was er nog een soort bij mij moet je nee, niet bedoel ik doe wat je wilt er was een ja. soort autoriteit ja. Zonder daar negatief te willen duiden, en daar hou ik wel respect voor, eerlijk gezegd. Ik vond het nog altijd dat zijn. Een... Maar Met... ik denk wat dat wat dat veel mee te maken heeft, hè? Want ik en de Andries, ja. wij hebben er ook nog over zitten babbelen, ook mm -hmm. omdat we wisten dat je kwam en mm -hmm. dat gebeurde na net de week ervoor. Want dat was eigenlijk zo. Wel... Soort... Hij lag eigenlijk al veel langer vast. <laughs> Natuurlijk. Nu, nu lijkt het alsof het een soort web nee, nee, omgevraagd nee, 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 was, maar dat was helemaal nee. niet. Maar wat dat gewoon was, was wij hoorden dat en we waren er ook over bezig. En ik denk dat dat een van onze conclusies toch ook was. Er is inderdaad, wat jij zegt, een soort respect voor de autoriteit vroeger, maar waarom hadden dat? Omdat je ouders dat ook hadden. Natuurlijk. Ah, en ja. in heel veel gevallen hebben nu jongere mensen, en je merkt dat meer en meer, dat de ouders naar school bellen als die straf krijgen uh. of als die hun, hun, hun punten tegenvallen. En want wij kennen een aantal hè, vrienden van ons, die, die, en, en uw vrouw mm. ook, maar die doet een volwassen onderwijs, dus dat is iets anders. Maar die in het onderwijs staan en die dat echt zeggen, de helft van hun tijd moeten wij besteden met telefoons oppakken mm. Mm. van ouders die nu komen vragen waarom hem er niet door is. Hé, hey, ik ga nog een stap verder, Alex. Ja. Ik hoor van leerkrachten, omdat ik dit vaak gedaan heb, die voorstelling, die ons zeggen van, uh, wij worden steeds meer door de directie gevraagd Mm -hmm. ...om bepaalde punten twee uh, punten hoger te geven, bepaalde testen. En dan zeggen die, ja maar die jongen was gebuisd, of op die test of weet ik veel wat. Ja, dat weet ik wel, maar die ouders stonden dan met een bureau. Ja. Kunnen nu niet gewoon just over die vijf en een half tillen of zo, weet niet? En dat is heel subtiel. En dan denk ik, wow, wow, wacht eens heel even. Daar begint het gewoon mee. Op een bepaald moment hadden ze zoiets van, we krijgen hier toch alles opgelost. Ja, ik zeg niet dat ik daar ineens het slachtoffer van was... Echt niet, maar daar hangt wel een bepaalde sfeer van. Ik merk dat vooral bij die, bij die meisjes, hè. Die, die waren totaal niet meer gewoon dat er iets vervelend gebeurde. Mm -hmm. En ik van ja, maar hoe kan dat? Ik, ik, ik vroeger wel. Af en toe kon er eens iemand buiten gestuurd worden, of er was een vechtpartij op de speelplaats. We of... waren nog leraren. Dat, dat is allemaal wel... weg. We hebben wel het einde en... van dat tijdperk meegemaakt, maar ja. ik heb nog een leraar gekend in school die nu een klets van achter tegen je kop gaf wanneer dat jij kom wanneer nu... dat je niet aan het opletten was. Die komt of... voor de rechter nu, ja, ja, absoluut. Ja. En dat is... En, ja. en mijn, mijn moeder, dat zei, yo, dat moet jij, moet jij ook niet, uh, dat weet jij uh -huh. zelf goed genoeg. Dat waren nog eens van die dingen met de lineaal op de vingers ah, en, en ja. knielen op een lineaal met ja. een boek op uw kop. <laughs> en ik zeg natuurlijk niet dat we terug die, die nee. richting moeten uitgaan, want uiteraard niet. Maar het, uh, want dat was toch ook een, een ding waar ik aan dacht, als dat, als, dat, als dat gebeurde, met die voorstelling, waren er leerkrachten aanwezig. Uh, dat is een heel pijnlijk punt, Alex. Er waren vijf of zes leerkrachten. Ja, waarom die waar, waar waren die, die dan? Die niks. Ja. Nee. En wat, die is, er, wat is, er was één iets wat oudere mevrouw, die gaf blijkbaar Engels-Duits. En die heeft nog geprobeerd. Die heeft geprobeerd om maar haar collega's, die er ook waren... Ik heb die niet eens gezien. Ik heb die alleen maar gezien... <laughs> het is bijna een grap. Ik heb die alleen maar gezien ineens, toen er die drie meisjes begonnen te wenen... ...en die al pamperend naar buiten werden geleid. Ja. Uh, In een soort beschermende beweging <laughs> voor de boze meneer <laughs> op podium. De safe space. Ja, maar denk je uh, denkt, maar, maar hallo... Uh. Uh, dus ik, ik, was, ik viel van de een verbazing in de ander. Maar dat was één deel. Sandra, en Daars kwam natuurlijk de media-shit, waar ik absoluut niet op zat te wachten. Hmm. Uh, en dan kreeg je een heel raar patroon um, waarbij elkaar uh, ouders of, of leerlingen mekaar opjutten, zelfs een politica, moeite mm -hmm. er zich mee. Ja. Uh, toen ging het al direct, wat trouwens volledig niet klopte, over de, alle clichés van de voor. Links een artiest, wat ik niet eens ben, mm -hmm. hè, die daar subsidies voor krijgt. Ik heb nog nooit ene fucking euro-subsidie in mijn leven gehad en zelfs nog nooit een aanvraag ingediend. Uh, dus al de clichés van de voor werden op een hoop gegooid tot een mm -hmm. soort shitstorm en daar zet het dus 48 uur bezig met je tegen te verdedigen. En, Boe, echt fel. En dat ik denk van, dat wil ik niet meer. En, en tegelijkertijd denk ik, uh, dat is dan jammer dat ik dat niet meer wil. Want zo kunnen het nog iets doen in de samenleving. Ja, blijkbaar mag je dat niet. Blijkbaar mogen we nooit nog iets zeggen. Ik, ik kom het verdurend tegen. Dit, bij die tirades was dat ook zo in het begin. Mm -hmm. Van wat zegt die nu? Ik zeg gewoon de dingen zoals ze zijn. En by the mm -hmm. way, ik verzin ze niet. Ze staan hier gewoon iedere dag in de fucking gazette, man. Mm -hmm. Ik lees meer een shit. Ja, maar het is niet de bedoeling dat we het er dan nog over hebben in een humoristische context. Waarom niet? Mm -hmm. het, het schuift toch echt wel op, zei. Ik. Uh... Ik word er niet vrolijk van. Dat gevoel heel hard, want er wordt, ja. wordt vaak gezegd, hè, door alle, alle beide kanten van het ja. politiek spectrum, zal ik maar zeggen, om het wat gemakkelijker te maken. Ik behoor tot geen enkel kant. Ik hè? ook niet, maar, eh, uh, want dat, dat viel mij ook op. Hè. Een aantal ik, jaar geleden hebben we ook het nieuws gehaald, want ja. je doet het wel eens geregeld met dingen die ik je ik... zegt of doet. En eentje daarvan was toen dat je um, eigenlijk zelf een post deed, die je, mm -hmm. denk ik... Een beetje misverstaan werd als een oproep om, om niet te, te gaan, gaan stemmen. In 2011 was dat. Ja, ja. Toch alweer zeven jaar geleden, hè? Ja. inderdaad. En uh, dat was toen nog, ik weet nog heel goed, Alexander de Croo. Hij was toen twaalf. <laughs> uh, het jongste lid van de. Nou ja, hij zag er elf uit. Uh, die toen plotseling de fameuze quote was: Ik trek de stekker eruit. Dat was zijn manier om te zeggen: de regering valt. Ja. Waarbij ik nog even dacht: van, en wie zit jij precies? En, en, en dat was nota bene in tijden waarin het economisch zeer slecht ging, vlak na de bankencrisis ja, ja. Uh, en zo verder. Trek dus iemand van 12 de stekker eruit. En toen had ik echt zoiets van: als het zo zit, hoeft het voor mij niet meer. En wat heel raar is, ik ben trouwens dat jaar ook echt niet gaan stemmen. Ik, ik wou eigenlijk gewoon echt eens weten wat gebeurt er gebeurt als je dat niet doet. Ik heb dat ook niet gedaan de uh, vorige niks. keer. niks. 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 Geen, geen hol. Niks, geen geen hol. holio. Sterker dames en nog. Heren. De, deze ja. keer waren ze, dacht ik, met 8,5 of 9 procent. Er zijn een aantal partijen die heel blij zouden zijn met dat resultaat, trouwens. Ja. Uh, er gebeurt helemaal niks. Dus, dus dat is één. Onmiddellijk daarna dacht je, ja, die heeft ook geen zin. Maar weer wel stemmen, zeker. Maar wat een fucking raar spel is het geworden. Ik ben nu zo ver afgegleden op de schaal van het burgerschap dat ik stilkeels aan begin te twijfelen. En dat is een heilige koe die je niet mocht aanvallen. Of zelfs de resultaten van verkiezingen wel echt zijn. Mm -hmm. En dan zit er echt in, in Poetinland. Ja. Ik bedoel, allee, ik zeg niet dat het zo is. Maar ik heb heel fel het gevoel van windowdressing. Ja. Laten we dan maar allemaal. Nee, we moeten straks een enquête gaan doen met z'n allen of dat we het zomeruur of het winteruur willen. Ja. Ik zou eens graag een enquête hebben over op, willen we 15 miljard aan een nieuwe straaljager uitgeven. Daar ja. wil ik een enquête over hebben. Ja. Niet over het zomeruur. Dus om duur wordt alles een soort camouflage-techniek. Van ja, maar we zijn een democratie en de bevolking mag meestemmen. Behalve als het tegenvalt. Ja. Dan niet. Dan mogen we niet meestemmen. Mm. En de PvdA-schepen en zelzaten mag niet. Enen, in heel het land mag niet. Maar ondertussen wel vriendjes worden met China. En Alibaba naar luik halen voor 150 miljoen staatssubsidie. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe, wie gelooft dat nog allemaal? En ik word er steeds bozer in. Normaal gezien word je boos op je 33ste. De Jezus-leeftijd. Ja, maar dat, ik word blijkt, boos dat, op mijn dat blijkt eigenlijk allemaal niet ja. waar te zijn. Want ik, ik geloof ja. ook heel hard niet in het. Uh, mm. Dat is hetgeen dat ik vroeger toch dacht, of hoopte, zal ja. ik maar zeggen. Als je de angry young man wordt en naar punk luistert en denkt van... Ja, er zal ooit een leeftijd komen dat ik rustiger word. Dat je zo ouder en wijzer wordt en dat je berust ik niet. in situaties... Ik ook niet. Ja, maar dat is bij niemand, nee. heb ik de indruk. Nee. Ik, heb, ik heb eigenlijk eerder de indruk dat hoe ouder dat je wordt, hoe, hoe meer je je eigen druk maakt. Omdat je zo... Omdat, denk ik ook wel... Dat uw leeftijd zal meespelen. In de, in de zin van dat je de molen al een paar keer ja. hebt zien rondgaan. Hè. En je hebt meer dus je begint, ook, je begint ook dingen te herkennen. Wat je vroeger niet deed. Als je jong wordt, worden gewoon kwaad. Ja. Ja. En dan is dus zoiets van ja, deze klopt niet. En er is onrecht. En, er is ook niks, hoe zeg je dat? Ik denk dat jij dat zeker kunt weten omdat je, um, omdat je schoolvoorstellingen geeft. Mm -hmm. Iets wat, denk ik, in een, in een artikel over hetgeen dat er met u gebeurd was de voorbije ik. Dirk Trouwlands mm -hmm. ook nog eens even kwam opdraven. <laughs> Iedereen, maar, maar die zei toen wel, wel, wel één ding. Je zei wel van ja, ik kom vaak wel in pittige discussies terecht met, met 17-jarigen die dat dan aan ons adres zo al de fouten in de wereld Hetgeen dat je meestal doet wat je jong bent, tegen je ouders of zo zeggen. Het is allemaal jullie generatie. dat alles naar de kloten heeft geholpen. Je doet dat ook doe altijd met een overdreven zekerheid. als je 18 bent. alsof dat je alles weet. en eigenlijk weten niks. niks. Maar dan komt er zo... Dan gaat die een molen een paar keer rond en je merkt toch dat je er niet rustiger van wordt. Nee, hè? nee. Ik had gehoopt een beetje van wel, maar aan de andere kant moet ik niet flauw doen. Ik ben echt een gediplomeerde ADHD'er met ja, een Maar jij bent ook iemand die en... graag druk maakt, een gedeelte. die nu doet dat toch ook een beetje graag. Dat is een moeilijke, Alex. Ik heb daar veel over nagedacht. Ik men nee, de je vraag wilt, is terecht. Ik heb niet gezegd dat je er gelukkiger maar, van wordt. Dat is iets maar, helemaal maar anders. Maar moet, ik moet één ding echt uit de wereld helpen. Op een ja. bepaald moment krijg er ook... Vorige week was het weer zover alsof dat je het ervoor doet en mm -hmm. dan het woord media geil valt dan. Ja, ja. Het laatste wat ik ben is media geil. Ja. Maar werkelijk sterker nog, met een dag is naar de kloten en ik kruip gelijk een bang poesje onder de zetel. Van de schrik. Dat vind ik wel grappig. Dat is heel want, raar, hè? Eh, eh, om nu ik, even ik... Een, een totale switch te maken. Ja. Begon verder ze, maar ik bedoel, me, omdat je dat nu zegt. Gij is iemand die um, twee jaar geleden, denk mm. ik. En niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, aankondigde. van ik kon een oudejaarsconferentie ja. maken. En de manier waarop je het eigenlijk doet, in een interview. was door te zeggen: Man, Michael van Peel en, en Geert Hosten, er zakt uw broek toch vanaf. Het is dat, het wordt die tijd dat iemand het zegt ik, en niemand ja, ja, anders zegt Ik weet niet of ik. Die een zin gebruikt heb ik, herinner mij een andere ik zin, heb, iets heb, van iets van uh, ik, ik herinner mij want voor Michael van Peel heb ik zeer veel respect trouwens, maar ik, ik zei wel van mm -hmm. uh, ik ga daar niet in een maatpak doen naast een piano staan met blauw licht. Ja, 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 ja. Uh, het is met te, te braaf, zei ik toen ja. en met braaf bedoel ik de format zoals kritiek wordt geuit vind ik te soft. Uh, met, een, uh, met een aantal politici in de zaal, die bij de juiste mop nog eens van boven belicht worden en mm -hmm. tap, tap, tap doen. Ja. En daarna nog een kava gaan drinken backstage met de artiest in kwestie. Daar hou ik niet van. Ja. Omdat dan is het mij een te geformateerd uh, 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 ding. En... en ja, begeert Hostel was dat enorm. Hè? Ik bedoel, ja, maar, met alle respect, be, be, 25 jaar begeert, lang. Begeert, begeert begrijp ik wat je bedoelt. Ja, om dat, bij okay, Michael niet. Ik zal nou ook wel één ding zeggen. Hè, maar, dat we, we laten dat we dat ook even naar de wereld helpen. Mm. Michael is ook een goede maatregel. Dus, dus dat was ook een ding waar ja. ik zoiets van net vond ik, ik vond dat een beetje een onfaire kritiek. Mm -hmm. Ik luisterde naar en ik dacht dus van. Die ja, zegt wel echt dingen. En die ja. heeft ook maar wel echt ook... een mening. Wat, in tegenstelling tot Geert. Hè, want Geert heb ik als persoon heel graag. Ik heb je een paar keer ontmoet. Waarschijnlijk sympathieke mens, maar qua humor en dat heb ik ook tegen hem gezegd hè, Zelf ik heb ook gezegd, er gaat nou nooit de neiging om iets echt te zeggen wat dat ergens van vindt, want dat is iemand met een heel grote kennis, iemand mm. die heel veel weet, die heel een intelligente vent, die daar ongetwijfeld redelijk veel meningen heeft in het dagelijks leven. En zijn antwoord was toen, mijn publiek pikt dat niet. Ja, maar dat was, dat was ja dat, nu, dat, Michael, dat Michael was zijn idee nu Michael vind ik een ander verhaal want ik vind het fantastisch wat hij doet hij eigenlijk deed het ik was ja, vorige week op ja, ja, ik het was laatste dat overblijft, ik, nee, ik man was, ik was in de war Alex ik was ja. in de war omdat ik las uh, dat hij ging stoppen na tien uh, zeer succesvolle jaren mm -hmm. en om exact dezelfde reden waar ik zelfs nu al mee worstel na drie edities. Als ik me goed herinner, zei ja, het jasje zit mij niet meer zo lekker van enkel politieke kritiek te leveren. Ik wil mm -hmm. een meer maatschappelijk verhaal vertellen. Het gekke is, ik zit nu al met dat punt. Op duur wordt die titel tirade, die goed is, die ook klopt, die de lading dekt, die wordt te eng. Ik mm -hmm. heb veel meer behoefte aan ja, het. Verhaal. Je hebt er al Wie zijn wij? Gebleven, ja, het moet wel. In blind vertrouwen heet ja. het nu. Het moet wel. Mm -hmm. Omdat om ik, ik ben klaar, enfin, nog niet klaar, maar na deze editie wel, ben ik klaar met het. Uh, Fulmineren. Ik ben trouwens geen fulmineur. Het bestaat? Dat ben ik niet. Fulminatie? Ik, ik, ik weet het niet. Dat klinkt als een Terminator. Ja. Fulminator. Ja, ja. Dat klinkt ik ben, cool. ik, het gekke is, ik ben dat niet. En ik vind het op een duur zelf een te eng jasje. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik ben ook aan het zoeken naar een manier om... Wie zijn wij? Om het een keer te hebben over het publiek. Wij, de Vlaming, de Belg, whatever... Uh, en, en zijn wij ook niet voor een groot deel schuldig aan het uh, politieke personeel dat wij afleveren? Mm -hmm. um, dat vind ik een veel interessantere kwestie dan, dan opzommen wat er fout Ja, dan zitten we bezig over, <coughs> over het Zeitgeist. Hè? Dan zitten eigenlijk ja. wat, uh, wat uh, de Kik zelf altijd gedaan mm -hmm. heeft als comedian. Ik heb nooit een, de behoefte gehad om iets als een oudejaarsconferentie te doen. Net omwille van hetzelfde wat Michael ook zegt. Ik zou dat wel kunnen. Het, 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 misschien, ik weet het niet, maar wat dat, wat dat vooral is bij, bij de Michael, is dat hij ook zei van ja. Soms merkte ook, en dat zulde jij nu zeker, vanaf dat je er meer dan twee gedaan mm -hmm. hebt, denk ik dat je dat wet. Dat Ja, maar dan komt ook de, de shit, er veranderen in de grote lijn zoveel dingen ook weer niet op drie jaar tijd. Nee, dat is ook. Waardoor dat je... Dat is vooral waar, valt. waar Michael heel veel mee worstelde, was mij altijd te proberen van een nieuwe insteek te mm. vinden om eigenlijk een aantal van dezelfde dingen terug opnieuw te moeten doen. Dat leggen. is ook zo. En dat, dat, is wordt, ook zo. En dat ver... wordt moeilijker en moeilijker. Ik merk moeilijker, dat denk. nu al. Nu, ja. Wat wel gelukkig veranderd zijn de, de uitschuivers, de quotes, de nieuwe figuren eventueel. Ik vind nu mm -hmm. bijvoorbeeld een Bart Tommelijn een heel interessante. Twee jaar geleden nog niet. Dus je hebt wel... Of het Chris Peters verhaal in Antwerpen, ja daar kun je wel iets mee. Mm -hmm. Dus er zijn wel genoeg gebeurtenissen. Maar het klopt, hè. De, de rode draad blijft hetzelfde. En ja. ik voel dat dat een te eng jasje is. Ik wil er iets anders mee doen. Ja. En dan... Maar is de bedoeling ja, dat je het jaarlijks uh, nog altijd gaat blijven uh, doen? Of gaat het al drie seizoenen jaar gedaan? Gedaan. Ah, wel Misschien strijden. moet de volgende, en daar herken uh, ik heel goed in, in Michael zijn, zijn, zijn een uitleg... Misschien is de volgende niet de jaar. Misschien is de volgende gewoon een reeks uh, die ja. ergens anders begint ja. en die niet per se over dat ene jaar moet gaan, dus <coughs> ik denk daar wel over na. Maar, maar waar, wat... waar is het vanuit vertrokken bij u? Ah, dat gij, is een goeie. Je um, zegt van, ik, ik ga ineens, ga jij dat doen en dat is een oudejaarsconferentie, ja. wat toch niet meer een beslissing is die <laughs> dat je op een blauwe maandag neemt denk ik, dus, um, dus ja, of, jawel, of wel. wel. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Welkom in mijn hoofd. Do tell. Ja, ja. Ik denk ergens in, in de maand april, en dus te laat zelfs, dit even heel logistiek, uh, te laat zelfs voor boekingen. Wat trouwens mm -hmm. een klein probleem was natuurlijk: van management zei, Muris, je is zot. Je wilt dat DA. Ja. Ja, 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 ja. Ik was kwaad. Mm -hmm. Door een aantal politieke gebeurtenissen gedoe, eh, dat ging toen letterlijk over iets heel onsexy, namelijk de begroting, ja, okay. we stonden toch, toch allebei ochtends op met als eerste gedachte hoe zou het met de begroting zijn ja, Daar liggen we toch van sowieso, sowieso. maar dus daar was ook van alles mee aan de dat hand. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag, ja, boven beek stond de, <laughs> de begroting, maar ik dacht ik zal wachten voor aan dat sexy gedeelte te beginnen Just. wanneer we in de tweede helft zitten uh... maar dus daar was een, een rechtstreekse aanleiding en ik, ergens in de maand april dacht ik, ik wil iets doen een andere bijkomende reden was, uh, ik had dat naamken al, de tirade had ik al. Mm -hmm. Ik weet niet, ik heb zo'n boekje met ideeën. Soms zat er gewoon een woord in. Staat ook dat een, dat een titel iets... van, je, van, uw ja, van, van een van u? Ja, van een nummer. Ingelis, van al een al nummer, kent. wat ja. het trouwens ook was. Dat nummer is er nooit gekomen met die een titel wel. Uh -huh. mm -hmm. En dus uh, toen hebben we zelf um, een aantal zalen geboekt, zeer ongebruikelijk. Uh, vier slechts, als een soort experiment. Ik denk dat management dacht, dan is ze maar vanaf. Ja, ja. Nu is doen, dat zo'n systeem. Ja, dan is dat zo. Laat dat maar even doen. <laughs> en dan werden er vier. En die vier werden er in nota en veertien. En die veertien mm -hmm. al, waren allemaal uitverkocht. Um, en toen hadden we wel het gevoel dat was nog allemaal niet oké. Okay, dat was nog niet perfect. Dat, dat hoeft ook niet. Maar toen ontstond er wel een idee van ik wil wel iets meer doen. Mm -hmm. En ik weet niet hoe dat kwam. Er was zelfs een. Ik wil niet onsexy, Maar er was een technisch voordeel. Ik wist dat ik met een micro in mijn hand 90 minuten dat dat kon. Mm -hmm. En iedereen zal denken, ja, uiteraard, anders doet het niet. Uh, we gaan geen namen noemen, maar ik zie nog altijd mensen ervaren in het vak die zelfs daar moeite mee hebben. Mm -hmm. en, en, en Dus dat deel dacht ik, dat lukt. Nu gaat het over inhoud en authentieke verontwaardiging. Mm -hmm. En dus daar heb ik aan gewerkt. En, en vanaf deel 2, vorig jaar waren er 28 of zoiets. Die zat nog vol, dat ging goed. En nu komen we aan de vervelende derde editie. Dat voel ik heel goed. Inhoudelijk vind ik het de beste van de drie. Ja. Absoluut. Ook het spel is verbeterd. Je weet op een duur wat je kunt, wat werkt, wat niet werkt. Maar het is gewoon moeilijker omdat bijvoorbeeld nogal wat media zeggen, ja, meurs, we hebben het al wel gehad, te gek man, we zien elkaar over vijf jaar. Terwijl mm -hmm. ik denk, ja, maar je moet wel uw zalen nog altijd vol krijgen. En ja. dat lukt, dat lukt, maar toch niet meer zo evident. En, en ik ben ook wel, ja, dat klinkt nu gek, ik ben een artiest, hè? ik wil ook dat het ding bolt. Als hmm. kan ik even goed in een café gaan staan, waar ik niks op tegen heb. Hmm. Want die try outs die ik nu doe, zijn er veel. Ja, want waar doelde die? Ah, wel, de... voor de helft, hmm. voor de helft bij mensen thuis. Oké. Okay. Wat echt wel confronterend Jesus is. Jesus Christ, man. Ja, maar dat is ook een apart Nee, nee, ik vind dat heel fijn geleerd. <laughs> nee. ik, ik leer daar heel veel van. Met een klei versterken, ik moet je, je voorstellen, ik kom daar om half zeven aan, aan gebeld en één aan een Nee, ik ken het, vader. ik heb het al gedaan voilà. in het verleden. Dus het is daarom dat ik. Ah, dan weet ik, je dat wel ik, wat ik van gedaan. Gedaan. Vandaar, vandaar ja. mijn reactie. <coughs> dat, maar, ik dacht, dat je dat, die eigen nog wil daandoen. doen. Man. Mm -hmm. In een Op mijn een gezegende leeftijd. Misschien op een andere manier kan het misschien meevallen, omdat hetgeen dat je doet, je gaat meestal toch praten over politiek en over dat soort. Maar met in. een hoek af, hè? Maar, maar, ja. maar daarom gaan we wel babbelen tegen mensen en kregen waarschijnlijk ook feedback of niet? Absoluut. Ja. Absoluut. En daar en kun je wel iets mee Daar aanbangen. kan ik iets, vandaar dat ik ja, die ja. doe. Het is heel confronterend, dat is over 40, 50 man max. Uh, niet geheel toevallig zijn dat vaak mensen met een grote lieving. En dan mm -hmm. bedoel ik, niet geheel toevallig zijn dat ook vaak mensen uit een bepaalde bovenlaag van de zogenaamde samenleving. Ja. En daar moet ik soms aan wennen. Want, want, en zij ook. Ik zie wel eens mannen met woeste sjantjes in de zaal zitten. En ja. de derde try-out die ik dit jaar deed, de derde nog maar, van de 21, het was nog ergens augustus, was in Hasselt, waar ik zelf woon. En tien minuten voordat ik op moest in die living met al die stoelikjes, komt de gastvrouw tegen mij zeggen, Stijn, uh, over tien minuten gaan we beginnen, mensen mogen binnen. Ja, jij weet toch dat minister van de Putten in de zaal is, hè? Wat? Mm -hmm. Dit was try-out nummer drie. Ja. En die woonde daar twee straten verder. Nee. bleek die mensen te kennen. En die kwam af. En ik moet eerlijk zeggen, ik had toch even een kramp in mijn maag. En wel, die ging perfect. Ja. Misschien wel juist daarom. Um, ik heb dat soms ook nodig, op een rare manier, die confrontatie. Dat is iets heel gek. Ik heb daar ook geen schrik van. Ik heb niet van zoveel dingen schrik. Zeker mm -hmm. niet op een podium. Het enige waar ik van schrik is, wat mij vorige week is overkomen, tieners met een smartphone. Daar ga nee. ik schrik van. Mm -hmm. Maar ik neem eens even, vind je wie? dat echt zo raar? Ja. Ik zal ook zeggen: ik zet niemand mee, want ik ben ook van dezelfde generatie. Ja. De, de backlash en zeker de emotionele reactie ja, slaag de... nergens op. Maar ik heb wel zoiets: um, je moet dat eens even buiten de schoolcontext doen. Uh, dat moet je even buiten beschouwing laten. Als iemand mijn gsm wegsmijt, dan gebeurt er iets. Natuurlijk. Dat is je, je natuurlijk. Mm. alles wat ik wil zeggen. dat gebeurt ah, bij rate. mij ook. Mm -hmm. ja. Dus dat ja. die confrontatie. Want als gehaald. je dat buiten de school doet, waar je eigenlijk een klein beetje een autoriteit wow. je de, ja, nee, maar je moet zien de relatie. Je, ge, je geeft de lezing. Er wordt verondersteld dat de mensen luisteren. Er is een soort verhouding. Mm -hmm. Maar als je die verhouding buiten beschouwing hebt, is je gewoon iemand zijn property. Natuurlijk. Ja, maar mm -hmm. het gebeurde niet buiten een schoolse context. Nee. Mm -hmm. Het gebeurde nee? in een context ja, van een da 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 performance. Dat is waar, maar een context is niet ja. iets waar we ja, tegenwoordig wel even, een probleem hebben. Ik in, zou he? dat op de stoep bij ons in torp niet doen, hè? Mm -hmm. Met een, een 17-jarige. Ik zeg niet om tegenspreken. Ik zeg alleen maar: je moet soms ook wel zien. wat het is, geen niet maar, weggesmeten. Dat is waar. Mijn reputatie. By the way: Mijn uh, <laughs> by the way uh, ik wou een paar dingen ja. even zeggen. Inderdaad, Fulminator. Het bestaat. bestaat. Het is letterlijk mannelijk iemand die fulmineert. Wauw. Oké. Okay. Cool. Ik wil er nog wel op zeggen. Het is 39,88 meter. Is het Belgisch record GSM werpen? Daar kom ik over. Is in, uh, tjoh... <laughs> tjoh... Tjoh... Ja, maar Begin hoe we gingen zat... al te oefenen, Stijn. Hoe zat de... André, hoe zat de wind toen? Je hebt in ieder geval de beroemdste gedaan. Dat, dat is sowieso. Al... Dat is sowieso. Je Misschien niet was... de verste, maar toch al zeker. Eigenlijk de was het goede reclame voor Apple, hè, want hij was absoluut niet kapot. Hè. Nee, nee. Een zilveren ah, plak trouwens. Een zilveren medaille gehaald door Louis van Ginste in oh? 2000. Oh. En dan wil ik nog één ding zeggen. Hè, want, uh, ik heb er ook even een kop bij Ja, bijgehaald. ik kreeg ook trivia hier. Ja. Ja, doe maar vast. Ja. Ja. En dat wil ik ook nog even laten zien, want ja... Uiteraard, dat was een quote in de Gazette van Antwerpen. Veel harder dan Geert Host of Marco ja, van Beel. Dat is alleen een podium van mijn geloten. Ja, oké, okay, dat was een kop van een stuk. Het ja. ja. laatste nieuws zeker. Ga zitten vanuit de Pas op, ik, 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 heb, ik heb nu zelf wel uh, al genoeg uh, ervaring met kranten en media om te weten dat wat je daar leest ook niet altijd noodzakelijk is wat je hebt gezegd. Hey, er zijn, er zijn zeker een aantal, ja. een aantal bladen die er heel goed in zijn ja. om eigenlijk bijna op voorhand hun verhaal al te schrijven. En als je dan zo net in ene plaatst alles in de context contextzin kiest om er niet bij te zetten, dan het. wordt het wel een ander verhaal. Ik weet het. En, dus en dat ik, zou ik, dat, ik zou stil eens aan mijn lesjes moeten leren. Want bovenkoppen van gazetten, artikels... Ik, ik kom ook uit die wereld, nota bene. Nou, Ik, ik, had, had, ik had daar iets dan. meer respect voor. Ik, ik probeerde dat toch te plooien. Maar goed, eh, blijkbaar is dat nu niet meer. Nog één ding. Dat wil ik zeggen als reactie op Andries. Waarom heb ik schrik voor een 17-jarige met een smartphone? Niet fysiek, uh -huh. maar wel voor de akelige gedachten... En vroeg of laat gebeurt dat gewoon. Eigenlijk heb ik geweldig veel geluk gehad vorige week. Voor hetzelfde geld hadden die leerlingen iets gefabriceerd. Mm -hmm. Nu waren er heel veel scheldpartijen, beledigingen, bullenbak, klootzak. Al dat. Maar dat viel nog mee. Mm -hmm. Voor hetzelfde geld claimen ze een gebeurtenis die niet is gebeurd. En daar ben ik echt bang voor. En wat bedoelde dat? Ja, je kunt nu letterlijk iemand kapot maken mm -hmm. met een nepverhaal. verhaal. Ja. Je zou met drie, vier mensen in een klas. ...iets kunnen fabriceren, bedenken, manipuleren... ...en dat eindigt dagen later in doffe ellende. En zou jij niet de, de, de Donald Trump fake news... Uh, ...het geluid allemaal van mij... Ja? Nee, ik kan uh, dat niet. ...reactie daarop kunnen hebben? Ah, wel, in principe zou dat moeten, Want dat is eigenlijk... Ik het moet, het, het, het grappige mij... is dat heel het, 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 mm. uh, het, het, het sociale mediatijdperk... ...waarin dat we leven, heeft ook dat monster Donald Trump gecreëerd... Natuurlijk. Voor, een, ...voor een heel groot stukje. He? Ik ja. bedoel, dat is de man die dat eigenlijk perfect reageert op hoe, hoe dat het nu allemaal moet gaan. Zijnde, het is allemaal fake. Ja. Ik gooi het gewoon allemaal van mij af. Jullie nieuws is niet echt en mm -hmm. alleen mijn waarheid mm -hmm. is echt. Tuurlijk. Wat iedereen eigenlijk een voor beetje. Een deel, doet. Voor een deel is hij er ook gekomen. De mm -hmm. best man on the right place. Tussen haakjes. Ja, ja. Omdat de media voor een groot deel dat ook wou dat er zo iemand kwam. Het oh ja, is bijna een soort self-fulfilling prophecy. Maar ja, niemand wordt, zo iemand wordt ja. niet verkozen. als er niet genoeg mensen zijn die dat willen dat die je daar staan. Denk ik, denk ik, ja. ja. Absoluut. Want dat, 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 dat komen we natuurlijk terug op hetgeen dat je er net zei. van heel het, het democratie gegeven en het, het verhaal van is het eigenlijk allemaal maar window dressing. Maar als je dat soort dingen zegt, als je zegt ik vermoed dat, hè, mm -hmm. is dat trouwens. Uh, ik heb, vermoed dat, hè? Het is, het zijn, uh, wacht even, uh, ik zit me aan het zijtakken in mijn vragen. Maar nee. is het iets waar we mogen verwachten dat je het over gaat hebben in uw show? Of is, is het iets? Trump je, zit in... Niet noodzakelijk nee, Trump, maar gewoon. Het is gewoon, echt Belgisch, hè? Ja. tot, nu toe, hè? tot ja. nu toe. Wat wel kan, is dat je. Enfin, er zitten een aantal. Niet per se uh, internationale gebeurtenissen, die zit er niet in. Mm -hmm. Maar je pakt wel een sfeer mee natuurlijk. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, als het gaat over fake news, uh, post reality, post truth, mm -hmm. hè, zoals dit tijdperk schijnt te heten. Maar mm -hmm. dat merkte nu al in de Belgische politiek, hè? Mm -hmm. cijfers bijvoorbeeld, mm -hmm. hoeven niet te kloppen. Ja. Het straffen is, als je cijfer geeft en het klopt niet, dan word je daar hooguit nog in de tijd en in een klein kolommetje in de standaard op gewezen. Maar al de rest neemt het wel gewoon over. Mm -hmm. En zelfs het. Vermelden dat iets niet klopt, is vervelend op dit moment. Oh, zijn we dan, van dan is daar kampioen in. Hè? Mm -hmm. um, en zeker als het over begroting gaat, van uh, monitoringcomité. Dat is allemaal geen toffe onderwerpen, maar er is nog altijd een soort gezelschap. Een nerds, denk ik, met een plastron en een grote rekenmachine. Die tellen alles na. Die zijn heel neutraal. En die zeggen: Oeh, maar dat klopt niet, meneer Van Over Je zit er zoveel miljard langs. Mm -hmm. Wel, wat is nu de stap die we dit jaar voor het eerst hebben meegemaakt? Zeg, kunnen we dat monitoringcomité niet afschaffen? Ja. Dan zit het dus echt in Erdogan-country. Ja. En, en dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. Uh, heel de kostprijs van een F-35, zeg maar iets, schommelt tussen de 3,5 en de 15 miljard. Hm, dat, dat is wel al... veel, hè? Een brede prijsvork. <laughs> ik. bedoel, daar moeten bij een bakker niet mee afkomen. Weet mm -hmm. niet. Wat kost dat brood? Ja, dat moeten we nog zien. Ja. 3,5 of 15 ik, het is afhankelijk welk helm dat je erbij kiest, denk ik. <laughs> Allee, ik bedoel, het gekke is, wij kunnen daar dan in slimme opinies met moeilijke woorden, die ik trouwens ook niet meer wil lezen, want ook dat is allemaal nep, van nee, dat is geen nep, maar dat is een soort eigen realiteit geworden. Ja, ik bedoel, snap, dat is, is ook is, een spel. Is, 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 maar, dat maar, is ook een spel. Ik heb, ik heb een klein en... beetje het gevoel dat, ook als je tegenwoordig nog spreekt, hetgeen dat je zelf ja. ook zei, van dat je niet hè, hangt aan de kant van een politiek nee, spectrum. Niet. Dat is toch ook al. Allee, als je eigenlijk een klein beetje nadenkt, is dat toch ook volledig voorbijgestreefd? Dat mm -hmm. maakt ook absoluut. niks meer uit. Want die nee. twee. Die twee kanten zijn eigenlijk gewoon hè, twee kanten van dezelfde medaille. Die elkaar daar in evenwicht Die dat, die dat blijven doen, ja. En we ook niet de regering en de politici die we verdienen. Ah, ja, daar vind ik een interessante, want daar gaat het steeds meer over. Ik denk mm -hmm. dat Michel van Peel daarop alludeerde zoals dat heet. Van, de de, de Michael zit na, trouwens, iemand aan te denken als die je ziet. Nee. Het is Michael. Ah, sorry. Michael. Ja, ja maar ik zeg zo. Ze ja. okay. Van Peer. Michael, Michael van, van Peer. Peer. Michael dat, is van, van, dat is goed, ah, Dat da, da pakken, da pakken we. Dat pakken we. Michel. Good enough. De cellen. Ja. De Cellen. Nee, de de Mish, Mish. Ja. 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 van de Wijk nog. zo, De Mike. De Michael. We moeten er, we moeten er Nee, ik weet het. Ik ben trouwens, het is goed dat je dat zegt. Ik ben daar nooit zeker van geweest hoe die mensen Ja, Michael. Oh, Michael. Michael, ja. Michael, 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 Michael. Ja, je dacht je in een kostuum aan, dus dat kan geen Michael zijn. Michael Michael, 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 Michael uh, Valérie. Michael. Valérie is de zusje. <laughs> Daar weet ik. Inderdaad. Ja. ja. Heb ja. Ik, heb ik het al af. Even, ja. heb ik het al af. Weer al. Nee. Ja. <laughs> ja. <Jullie> zijn, ik, <laughs> ik weet goed te betuigen. De kamer hopelijk is het niet kapot. Dat is al dat keer <laughs> zeggen. Dit is de vorm van een GSM. Maar, uh, nee. dat uh, nu nee, weet ik het niet meer. Maar nee, inderdaad. Verdienen wij uh, de beleidsmensen uh, die we zijn? Ja, maar dat klopt, omdat wij zijn wij. 10 miljoen inwoners op garm mm -hmm. waarvan dus 9%. Percent niet gaat stemmen. Hè? Uh, het ligt ook echt aan ons. Ja. Zij zijn wij. Wij zijn hen. Ja. Hey, we, hadden wij ooit verwacht dat we busladingen uh, briljante politiekers gingen verkiezen? Nee, absoluut niet. We mogen blij zijn als er één intussen zit. Mm -hmm. Dus op zich is het bijna wiskundig, klopt het zelfs. We zijn met weinig. We moeten in Luxemburg zijn, ja. uh, maar toch. Zelfs met die restrictie, het is wel heel straf nu. Ja. Verdurend tegenspreken. Hè? Uh, quota van vrouwen in directieraden. Ja, maar nu nog niet. Ja, uh, uh, ja maar wel, ik had dat toch zelf... Ja, maar nu komt het even niet uit. Uh, liegen rond cijfers. Uh, bepaalde dossiers voor zich uit. Je... Arco. Heel sexy, hè? Arco. Acht jaar lang Chris Peters, ik los dat op. Het gaat de belastingbetaler in een euro's, ik los dat op. We zijn acht jaar later niks opgelost en het gaat ons wel geld kosten. Dat soort dingen. Mm -hmm. ik, ik kan er niet meer tegen, echt waar. Dan iets wat mij nauw aan het hart ligt. Klimaatafspraken. Ja, we hebben dat toen in Parijs wel gedaan in 2014, maar we gaan ons daar verder niks van aantrekken. Mm -hmm. We komen die eigen belofte niet na. Een stoomboot, nee, een stroomboot mm -hmm. op weg naar hier... Om ons van energie te voorzien. Maar oh, dit zijn toch lakwekkende gebeurtenissen. Maar echt werkelijk lakwekkend. Mm -hmm. Ik vind dat heel, heel erg jammer. En dan, eh, voortdurend worden wij gesust met. Ja, maar het gaat nog altijd goed. Onze frigo zit nog vol. En onze nafbak ook. En het rare is, bij een Belg werkt dat argument. Het is ook zo. Mm -hmm. mijn frigo zit nog altijd vol. Mm -hmm. En dus blijkbaar vinden we het allemaal oké. Okay. Dat is iets heel bizar. En dan denk ik, ja, let toch maar goed op. Echt waar. Ik, ik vind het heel straf. Ik, bedoel, ik ken geen enkel West-Europees of zelfs democratisch land waarin ze drie maanden op voorhand zeggen misschien valt de stroom uit deze winter. Wat? Notabene in een jaar waarin de energiefactuur de nog is nooit... Ja, ja. Met, de elektriciteit Ja. Dan zijn meer betaald. De Nellandriek is nog nooit zo duur geweest ja. als dit jaar. En duurder dan in alle omringende landen. En toch gaat hij misschien uitvallen. Sorry, maar ik vind dat heel bizar. Nee. Maar goed, ik heb wel gemerkt dat als je dat soort dingen opleist en je doet daar iets humoristisch mee, mensen lachen wel, maar ze gaan wel naar huis met het idee: het valt nog mee. Ja. En dan denk dit nee, valt helemaal niet mee. Ik vind, ik vind dat heel straf. Maar goed, ook altijd heel mooi, daar zijn we ook altijd goed in. Hè? Ja, maar in tjaat is het allemaal veel erger. Mm -hmm. Ik woon niet in tjaat. Ja. Ik, heel simpel, ik woon daar niet. Dus het zal wel, maar wij wonen hier. Mm -hmm. en betalen hier belasting en gaan hier uit van het gegeven vijfde rijkste land ter wereld wat ik ook trouwens al lang niet meer geloof mm -hmm. dus ja er zit wel een zeer zeker ongenoegen in mijn excuses Alex want ik ga er God, te ga er ver in blijf gaan blijf ja, gaan blijf houd gaan houd, u, houd gaan, u vooral niet in ben, dat ben dat nu aan het denken aan T-Radio. T-Radio, ja het is dat tiradio radio. Dus radio. radio uitzending ja okay. ja okay. dat is uh, dat dat misschien... een verlengstuk van en wat ga je dan doen elke week gewoon zoiets hoe gaat het ja, doen? dat denk ik niet dat in Nee, zeker niet dagelijks. <laughs> <laughs> dan, worden ook ge, dan worden niet veel ouder meer ook niet Nee, dat, ik weet, weet, dat weet ik. En ook een op. soort. Nee, 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 dat is niet goed. Maar het idee dient zich wel aan van kunnen niet op een. Op een ik weet het niet. We zullen mm -hmm. wel zien. Die radio vind ik wel een goede naam. Ja. Maar los daarvan, het is niet omdat het een goede naam heeft. Dat het ook nog goed gaat zijn, dat weet ik niet. In ieder geval, hier moet ik weer even door. Er zijn 28 voorstellingen. Ik heb daar goesting in. De inhoud zit goed. We hebben getraind. 21 tryhards zit lekker. Ja. Er is een publiek voor. Reacties zijn goed. Ja, schrijf dan wat er daarna... ook, Wat je vertrekt, mm. hè, wat, wat ik merk heel hard aan uw shows. Ik heb, uh, ik heb de, de eerste niet gezien, maar de tweede op tv ja. gezien. Dat was een korte en samenvatting. Wat, wat, ik, uh, wat ik vooral um, voelde aan hetgeen dat ik gezien heb. Um, was nu ook als comedian tegen u babbelen, niet als interviewer. He. Ik ben geen comedian, hè? Nee, nee, maar dat wil ik wel even zeggen. Als ge, he, wat, wat ik voelde bij een aantal van de dingen die je deed, was, um, hoe zeg je dat? Fase 1 van de voorstelling, als in ik ben kijkwaad over iets, ik vertel dat en dan denk ik nog, oh ja, nu... hier heb ik nog wat grappen nodig bij ah. dit stuk. Hmm. Dat gevoel had oh, ik soms. Plekant. Dat Misschien? ik dacht van, van, en je zegt zelf dat je geen comedian bent, nee. maar hoe bezie je het dan wel mm -hmm, als spoken dat is een word? word. Als, wa, wa, wat is dat Het is dan? een combinatie van eindejaar en spoken word. Want een eindejaarsconferentie um, is uh, allee, per definitie, ba, 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 per definitie humor. Nou, ja. ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Ik, ik, ik val in de raal en ik heb dat nogal eens gezegd, maar bijvoorbeeld wat in Nederland al 15 jaar lang Theo Maassen doet. Mm -hmm. Kijk, als je aan mensen vraagt wie vinden in Holland de grappigste, dan is de kans heel groot dat iedereen Hans Tebbe zegt. Mm -hmm. En ik vind dat ook. Mm -hmm. uh, Hans Tebbe is is different league. Ja. Maar als je het dan hebt over humor. En, en inhoud en een soort maatschappijkritiek, dan kom ik al heel rap bij Theo Maassen uit. Mm -hmm. ik, 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 vind een, ik heb er verschillende voorstellingen van gezien en mm -hmm. op dvd allemaal. Um, wat ik daar straf aan vind is, je hebt nooit van in het publiek de indruk dat hij over het afgelopen jaar bezig is. Pas ja. achteraf in uw auto, ja. denk je, shit, dat was de Nederlandse samenleving dit jaar. Ja. En hij doet dat op een andere manier. Dat is niet enkel liggen roepen. En, 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 en de manier waarop Hans Steef compleet anders. No. Uh, die ik dus ook fantastisch vind. Maar bij Maasen voel ik altijd een soort meerwaarde. En dat is zoeken. Soms is dat storytelling, mm. soms is dat ernstig. Uh, uh -huh. Heel mooi vind ik ook altijd als hij zachter wordt, even. En dan uh -huh. weet je gewoon: oei, Servus komt iets. Hij ziet, hij, hij ziet uh, ja. u klaar te maken voor de walgelijke eindgrap uh, die er komt. Die dus komt, ja. ja. Dus allee, ik bedoel, daar zijn we allemaal daar zijn we heel uh -huh. ver vanaf, want ik heb daar een diep respect voor. Ik vind dat heel straf. Ja. Maar men mag proberen om iets anders te zoeken. Uh -huh. En ik, ik merk dat dat in Vlaanderen niet evident is. Hè? Als ja. je. En ik snap dat ook wel. Wat, wat meent die 50-jarige snotneus, die een beginner, een debutant op latere leeftijd? Wat, wat meent je zich te moeien met een circuit? Maar ik wou me helemaal niet moeien met een circuit. Ik wou aanvankelijk gewoon vier voorstellingen doen die we zelf geboekt hadden. Mm -hmm. En ik snap door een paar uitspraken die ik misschien beter had moeten nuanceren, dat dat als een soort uh, vijandschap overkwam. Maar ik snap helemaal niet waarom. Men mag toch proberen. As we speak, Alex, zijn er in Antwerpen vijf nieuwe groepjes aan het repeteren. Mm -hmm. die, waarvan er misschien ene straks... Och Ongarmen ja, in deze tijd. Ja, voilà. Ik heb er, ik heb er nee. nu al medelijden mee. Maar ja, ja. ja, nee, maar misschien is er één <laughs> van die vijf ja. Die, die straks wel iets wordt. Ja. Dus eh, ik vind ja. niet dat we dan mogen zeggen. Je mocht allemaal niet beginnen met een nieuw groepje. Ja? En dat vond ik raar, eerlijk gezegd. Okay. Maar ik kwam. Waarom heb je dat ik, gevoel gehad? Nee, vorig dit? jaar was het heel fel. Er was een bepaald moment, heel kort, drie, vier dagen. Meer heeft dat niet geduurd. Dat er bijna een soort uh, shitstorm loskwam. Van ja, wat meent je wel niet? Maar ik meen helemaal niks. Ik mm -hmm. probeer maar. Ik, ik zie alles wat ik doe. Vroeger journalist, geregisseerd, muziek gemaakt, komt nog muziek. Dan nu dit. Voorstellingen geven. Ik, ja, ja. ik zie dat als één pakket. <laughs> mm -hmm. Ik zie dat als een pakket van een opgewonden standje dat geef ik toe, maar wel een mens die nadenkt. En, mm -hmm. en die probeert er iets mee te doen. En ik merk dat als dat allemaal niet gestroomlijnd is, en dat moet allemaal direct lukken. En ja, bij mij is dat niet. Af en toe heb je iets de tijd nodig. En, mm -hmm. en, en dus ja, laat mij maar doen, laat mij maar proberen. Gewoon. Dat is in ieder geval ja. wel grappig ja. dat je zegt dat je het impulsief op een blauwe maandag besloten dat echt, hebt van hè? het te gaan doen, en dat je het dan ook gewoon doet. Er was hè? ook geen enkel vergadering, hè? we zaten niet uh, met zeven Nee, iPads. maar dat, dat gevoel had ik nooit over het feit dat je aankondigde dat je dat deed. Want ik bedoel, ik, hè, het is ook niet zo heel ver gezocht als je erover nadenkt. Als je... Voilà. Als je kijkt naar voilà. um, wat de thema's van uw platen vaak zijn, hè? Zeker uw laatste plaat, ja. die ook heel. Op Vigiland uh, ging op, het erover. Op heel veel dingen. Hè? Eigenlijk ja. een, een soort tirade op Maar platen. het heeft niet gewerkt. Ik ben ja. blij dat je die plaat aanhaalt. Ja. Um, het heeft niet gewerkt. En ik geef toe dat dat een een onbewuste trigger was als Achteraf realiseerde ik me dat. Het heeft ik, niet gewerkt. Ik, maar als, niet je gewerkt. Das, als je dat zegt. Wacht even, wacht even. Nee, nee, maar de, de, uh, daar heb ik geen probleem nee. mee. Maar het, het idee van. Het heeft niet gewerkt. Dus dan denk ik. Wat was uw insteek als je die plaat maakte? Ja. Woude hij dat? Zeggen? Nee. Luister nee. allemaal. Uf, dat is overdreven. Dat is overdreven. Maar kijk, eerst en vooral. We zijn in het Nederlands bezig. Dus die grens is al dunner. Ja, als je in het Engels zingt. Uh -huh. moeten we dat verhaal niet vertellen. Dat weet iedereen. Dus ja. ik, ik vond wel. Er was iets aan het broeien. En dat wat er aan het broeien was, was nog niet af. Dat was niet afgerond. Maar dat leidde tot een aantal teksten op die laatste plaat. We merkten wel, uh, ondanks het feit dat ik daar heel content mee was, dat het gewoon niet pakte. De mayonaise pakte niet. En toen dacht ik niet zo één op één. Zo werkte het bij mij niet. Dat, mm -hmm. dat duurde een tijdje. En plotseling dacht ik van ik moet wel met die inhoud iets doen, maar misschien niet meer in een aantal nummers. Misschien mm -hmm. moet ik dan een podium doen. En van het een kwam het ander. Dus dat tirade-idee groeide eigenlijk vanuit een soort frustratie, dat geef ik toe. Maar ook positivisme. Ik ben geen gefrustreerde mens. Ik ben wel iemand die. Want een gefrustreerde mens zal anders reageren. Die zal zeggen: Het heeft niet gewerkt. Ik doe niks. Een half jaar aan stuk. Mm -hmm. Ik ben kwaad. Bij mij zit ik... Ja, of ik gewoon iets anders afzeiken dat wel werkt. Dat is, dat is, nee. Nee, nee, maar dat is vaak wat, wat die ook doen. Hè. Gefrustreerde ja, ja. mensen die Wa doen dat. Waar heb ik nog een slachtoffer? Nee, nee, nee bij mij oh, was ja. het eerder van: ik wou, ik wou gewoon uh, zonder de belast van een groep. Ja. Wat ik trouwens fantastisch vind. Hè, want ik, als je mij één ding vraagt van: als je nu echt narrow it fucking down, Meuris, wat zijt jij? Dan ben ik een mens die zich in een groep heel goed voelt. Ja. En dan bedoel ik met een groep muzikanten met lawaai. Ja. En. Maar toen, ik, toen had ik even iets van. Ik heb geen zin meer in 38 mails om een half repetitie te boeken. Waar er s'nachts om drie uur al een drummer moet doorgaan. Want hij moet nog ergens een vervanging gaan doen. Daar heb ik effe geen zin meer in. Mm -hmm. Ofwel gaan we all the fucking way, ofwel niet. En het lag even stil. En, en, en toen kwam dat idee van. Ik wil gewoon zelf met een kan op een podium gaan staan. Mm -hmm. Ik heb dat ook altijd een van de meest pure. Uh, pure vormen van entertainment gevonden. Dat is het zeker. Ja. Ik vind dat heel straf. Dat is het zeker. Als ik uh, een Henry Rollins, of, of ah, je noem ze maar allemaal op, de voorbeelden liggen voor de hand, mm -hmm. een aantal Amerikanen, Britten en Belgen en Hollanders, ik vind dat, ik heb daar een ongelooflijk respect voor. Iemand die dat kan, durft, mm -hmm. eerst en vooral, dat vind ik chique. Ja, dus misschien al, wel uh, meer rock en roll dan uh, uh, rock en roll. Pff, misschien, ja. ja okay. Okay. Ik, denk, ik denk sowieso okay. dat het, dat het uh, momenteel, ja, is meer rock en roll sowieso nogal moeilijk gesteld in onze tijden. Uh, al, uh, ja. Het is, uh, het is, het is niet, het zijn zeker, ik denk dat, dat wij alle twee, en jij bent al uh, zeker op muzikaal gebied ja. nog langer bezig, maar we komen wel uit andere tijden. Uh, dat is wel, wel heel duidelijk. En je zei nu net eigenlijk dat je nog van plan wordt om dingen te gaan doen met muziek. Ja, ja, er komt absoluut. nog muziek. Er komt dus nog wat was ze er van plan? <laughs> uh, nu kwam het even uit om uh, andere dingen te doen, uh -huh. maar het idee is heel duidelijk dat we in 2020, het voorjaar van 2020, dat is niet meer zo heel lang, dat is nog uh -huh. anderhalf jaar, minder, dat we terug iets gaan doen met Noordkaap. Oké, okay. ja. En alleen weten we nog niet in welke bezetting, yeah. uh, want er zijn vele mogelijkheden, uh, er waren ook heel veel mensen ja. Ja, die daar toen mee gemoeid waren, muzikanten. Er zijn eigenlijk maar twee die heel de trip hebben gedaan: dat is de gitarist, Lars van Bambos, en ik. De uh -huh. enige twee. Maar goed, dat is natuurlijk al heel lang geleden. We zijn gestopt in 2000. Dat is 18 jaar terug. Maar in 2020 zou er een mogelijkheid zijn. Dan is 30. Jaar, en ik weet, ik geloof er allemaal niet in. Maar af en toe hebben we gewoon promotioneel een datum nodig. Mm -hmm. En dan is het uh, 30 jaar geleden. Ja, we, Rokali, leven, we hebben het er. Ah, bedoel, we hadden een, een podcast mee, hè, met mijn band, Diablo Boulevard. Onze ja, band eigenlijk. Ja. Want wij zitten er alle twee in. Ja. Hè, en dat, het ging eigenlijk over. Dus op een bepaald moment ging het gesprek ook over. Um, we. Hoe zeg je dat? Er moet tegenwoordig ook altijd een insteek zijn voor een optreden. Een reden. Hè? Iets dat ons eigenlijk heel hard stoorde. Ja. Omdat je... Omdat ik denk, hè, wederom hetzelfde, ga je nog iets langer. Maar we komen allemaal uit een periode. waarin dat je gewoon zei: plug in and play. Hè? We ja. gaan spelen, we willen een groepje, we willen gewoon optreden, we willen dat. Hm. En nu kreeg je, je: ja, we moeten het verkocht krijgen. Dat is een heel... Al... Voor mij is het een insteek sample: ja. er is een PA en er is een publiek. Ja. Dat is voor mij een insteek om muziek te maken. Ja, dat is waar. Maar, dat is, maar dat is zowel maar... voor de pers niet meer zo, nee. als voor heel Voila. veel publiek dat niet meer zo. Dat bedoel ik. Ja. En, en die PA's wel, die staan er. Die, wel. Nog ja, altijd, ja. En die kosten nog uh, altijd evenveel. Ongelooflijk. Eh, hoewel dat je geen hol verdient. Heel gek. Bepaalde maar dus dingen nee. als producers en eh, studio's, klaarblijkelijk leven die nog in de jaren tachtig. Want raar, dat wordt hè? nooit goedkoper. Nee, gek. <laughs> Tenzij dat je het helemaal zegt. Groepen, groepen wel, hè. Groepen wel. Nee, gewoon het ja. idee van, wauw, inderdaad, als dan 2020 uh, blijkt te kloppen uh, in mm -hmm. zo'n concept. Uh, dan, dan, moet, dan moeten we het misschien maar doen. Maar en waarom, ook... waarom met het gevoel dat je dat terug moet doen? Waarom wilde dat terug? Ik, die nummers. Die ja. nummers en die energie die er toen in zat, die ja. dat ongebreidelde. Dat was niet 100% af of super professioneel. Of maar dat had wel een bepaalde emotie en drive. felheid... Uh, Veilheid, snelheid, nummers. Mm -hmm. En, en ik, veel van die Noordkamp nummers ben ik achteraf blijven spelen. Die zaten wel in de set bij andere bands. En het viel gewoon iedere keer op. Die werken nog altijd. Mm -hmm. in welke, voor, al speelden ze achterstevoren op een panfluit wat ik vaak gedaan heb trouwens. Uh, yeah. Je Wil iemand dat uiteraard, horen? Uiteraard versterkt <laughs> door een stofzuiger. Oh uh, my God. Maar, Nee nee, maar dus het ging wel. Dat is conceptuele kunst, man. kunnen nog andere dingen daar mee doen. Daar zit misschien wel een speelt subsidie. Er in, in. Speelt dat is wel ter zwart Dat is wel zo iets? Ja. Grove korrel iets Japans. Tuurlijk, kijk hoe dat, ja. wordt, maar, dat uh, wordt. fantastisch. Nee, dat wordt. Maar vet, dus we zien wel. Alleen, ik mag het niet te vroeg. aankondigen, Iron Man. ik mag het Tetsuo, niet te vroeg aan maar we moeten nog weten met wie. En daar zijn we nu aan het uitzoeken. Ja. Oké. Okay. Maar want je het geheel ligt vast. Het, het coole is mee, want uh, we hebben het uh, al even over uw, uw oude jaarconferenties gehad, maar je bent natuurlijk ook heel lang een muzikant geweest. Ja, en geen echte muzikant, hè? Ik een zanger. Nooit... Dat, uh, dat, ja, is, dat, is al... dat is altijd een beetje vage. Ja, ik, 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 ik zeg niks. Nee, voilà. <laughs> Toen ik dat, oh, dat is, ja, ja, ja. In mijn hoofd speel ik fantast gitaar. Dat is In mijn hoofd ben ik een fantastische zanger. Ah, nee, maar, maar, <laughs> in andere mensen hun hoofd valt dan, dan valt dat weer <laughs> ja. tegen. Wat ik cool vond was, ik ben, zo'n zo een aantal van uw dingen terug gaan bekijken. Wauw, we hebben een mega regenbui buiten. Dat horen de Velux. ben ik terug wat dingen van u gaan bekijken live. Ik moet zeggen, ik heb u ook een paar keer gezien, vroeger met Monza en ook met. Ik heb Noordkaap heb ik nooit gezien. zeggen veel jong voor. Daar ben ik veel te jong voor. Dat is belachelijk, jongen, jongen, jongen. Dat verschil in leeftijd, dat is walgelijk. Maar je ouders, Alex. Je ouders, jongen, die vonden dat ook. Die vonden dat ook kut. nee, nee. Maar, 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 maar wat ik heel cool vond, dan zeker uw latere platen en ja. mijn Monza en ook de, ja. de dingen die je met Muris ja, deed. Als je het live zag, er zat een hele hoop stuff in van muziek waar ik ook mee opgegroeid ben en daarmee bedoel ik zowat new wave een beetje de jaren 80. van die jaren tachtig ja. heel, heel veel ethisch. ja ik ben, ik, hoe ouder ik word maar daar ben ik niet alleen natuurlijk hoe meer dat ik die jaren tachtig prachtig vond ja wat fuck man toen werd er muziek gemaakt ja en terwijl dat nu dat, ook terwijl, ja, maar terwijl maar, dat er maar, dat er in de jaren negentig toen werd gezegd dat dat het slechtste decennium aller tijden was in de, de jaren 80. Ze hebben zich toen En dat, dat blijkt toch helemaal 90's. niet waar? Absoluut te zijn. niet. Nee. Maar het schuift wel op, hè, eerlijk gezegd. Ja. Want ik, ik ben een uh, geweldige jaren tachtig fan. Okay. Maar sinds dit jaar. En dan denk ik welk mechanisme zet dat in gang? Wie zit er aan het roer? Sinds dit jaar zit ik helemaal begin jaren negentig in mijn muziek. Okay. Hoe kan dat? Ik bedoel, ineens kom ik erachter van, oké, okay, ik heb het zelfs niet over Nirvana, maar over een Soundgarden, noem ze maar allemaal op in die mm -hmm. periode, ja. um, Alice in Chains, uh, ja. al die dingen dat ik denk, dat heb ik tien jaar lang genegeerd, mm -hmm. en nu ineens kom ik er terug achter hoe straf dat dat was. Ja. Dus eigenlijk, als je het samenvat, ben ik aan het switchen van Engeland naar Amerika even, mm -hmm. terwijl ik Engelse muziek... De strafste ter wereld vindt uit heel de geschiedenis. Omdat daar ging ook nog eens ergens over. Ik kom echt uit een tijd van Joy Division. Mm -hmm. Poro, Suzy and the Pensies, The Cure, noem ze maar allemaal op. De ja. uh, Smits, uiteraard. De Clash, als je het dan toch hebt nee, over ja. uh, maatschappelijke the dingen. The only band that matters, zoals ze ze noemden in die tijd. Misschien ja. klopt het nog wel ook. Mm -hmm. uh, Pil, uh, John Lydon. Ik, vind, ik vond dat zo... Blijkbaar kan het dus wel. Je kunt wel muziek maken met een verhaal. En mm -hmm. als je niet bereid bent om dat verhaal mee te pakken, of je vindt dat links een bullshit, dat is dat u prop dat is niet erg. Mm -hmm. Maar het kan wel. En de muziek zelf hoeft daardoor niet slecht te zijn, echt niet. Mm -hmm. um, maar blijkbaar kan het nu niet meer. Als je nu nog iets vertelt of zo, dan ja, is dan, dat gevoel dat je het, daar heb het ik wel een kan? beetje. Ja, ik heb dat wel een en, beetje. En ik, is dat ik, niet? Ik weet niet hoe dat komt. Maar... Advocaat van de Duivel. Zit er niet te oud. Ja, waarschijnlijk. Ja. ja. Dat gevoel of. heb ik vaak ook, hè, maar dan, begin, dan heb ik de neiging om mijn eigen ook zo te ja. checken van ho ho ho. Klopt dat nog? Je begint te klinken als uw vader. <laughs> eh, je te Hoe klonk die in, He was very English, but uh, ja. die had ook zoiets dat hem tegen mij altijd zei van uh, that's not music you're listening to, that can't bloody sing. Eh, zo dat. En je denkt dan ook van, ja, mijn vader komt van crooners en Sinatra en Tom Jones, en, maar dan ook wel dingen gelijk de Eagles en zo. dus ik, eh, ik heb wel wat meegekregen oh, ja. van hem. Op bepaalde vlakken kreden toch altijd dingen van thuis mee. Maar tegelijkertijd, ja, die was helemaal niet mee met punk. Niet mee met new wave. Niet nee. mee met metal. Niet mee nee. met. Die zijn er wat. Die vond dat geen muziek. En die vond ook dat dat nergens over ging. Want dat was dan het grappige eraan. Dat dat, omdat je toch uit een ander tijdperk komt. Je zo het gevoel hebt van. Zeg al dat gezag over de maatschappij. Waar is dat nou weer ja, nodig? Ja. Zo dat, hè? En wij komen van die tijd. Dus wij denken nu. Allee, ja. Ja, het is over iets wezenlijks, Maar is dat het gevoel dat ja. je hebt dat er, dat er bijna niks meer gemaakt wordt dan nog iets zegt? Maar toch niet op de manier die... Uh, ik zeg maar iets, uh, killing joke. Hè? Ja. Uh, als ik Jazz mo Coleman... Mo mooi dat je die aanhaalt, als een als van mijn ik, favoriete bands ja, al Als ooit. ik Jazz ja. Coleman hoorde filmineren, oké, okay, hij had er dan ook nog de schmink voor en de gebaren. Ja. Ik had echt het gevoel, de wereld stort in. Er ja. is iets aan het gebeuren. Ja. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat werd zo goed gebracht en zo overtuigd. De clash, juist hetzelfde. Hè? En ik achteraf kunde nog wel zeggen. Ja, maar ook daar was Joe Strummer ook maar een mediafiguur. En dat is niet waar, dat ging echt ergens over. Mm -hmm. Ik heb het zelfs, en nu moet ik opletten, want je hebt echt harde kampen voor en tegen. Maar ik had het heel fel met Smits. Mm -hmm. Ik ben geen vegetariër, maar als mm -hmm. die het had over Medus murder. Ja. dan geloofde ik het wel. Ja. En natuurlijk was dat een zeikpetrel, van Morrissey naar Murrissey, mm -hmm. maar, maar dat ging wel ergens over. En, en daar heb ik nu niet. Ja. En, en ongetwijfeld zit er nu iemand te typen, die zegt, jawel, ik heb nog iets gevonden uit Canada, dat wel. Ja maar, ja, maar niet meer in een top 10. van een de ja, ja, of in een top 14. Ja. Vroeger ja. stonden die nummers stonden gewoon bovenaan op top op. Ja, zelfs de, zelfs en... de grote, de grote ja. popsterren uit een tijd Sting met Russians en bevolen zo. Bijvoorbeeld. En was dat ook bevolen, een lied waar uh, ik heel ongemakkelijk van werd als uh, kind ah. omdat ik eh, wat bang was van Absoluut. wat toen de Koude Oorlog was toen, eh, de Russische dreiging en atoomoorlog was. Veel op mensen hoogtepunt. veel mensen ver, vergeten dat die zeker niet onze leeftijd en ouder hebben ja. eh, want er wordt vaak zo op met een soort Nostalgie op teruggekeken, ook naar de jaren tachtig. Ik, ik herinner mij als kind toch ook heel veel van die angstgevoelens: van, het kan hier elk moment gewoon gedaan zijn. Het was ook zo. Ja. Het, kon ook, het is gelukkig niet gebeurd. Nee. Ik heb trouwens nu eerlijk gezegd het gevoel dat we er veel dichter bij staan dan toen. Ja. Maar op een heel andere manier. Ja. We gaan niet meer plotseling ineens die lichtflits aan de hemel zien. We gaan nu onze computers zien uitvallen. Ja. Of je bankrekening wordt geplunderd ja. door een of andere reus. Ja. En. Ik, ik heb nu meer het gevoel dan toen dat we bij een soort uh, instorting staan. En, en, ik, en als je dat gevoel hebt... Het verbaast als je mij dan... dat jonge mensen dat niet hebben, dat gevoel. Ja, ik weet dat niet. Dat is, heel, dat is ook heel raar, omdat je... Omdat je um, dat, dat vind ik ook heel... Dat is iets heel juist wat je zegt. Omdat ik denk van, ja... Misschien is dat omdat wij... Misschien praat... Jij, jij doet nog schoolvoorstellingen. Praat jij vaak met die jonge mensen dat jij dat doet? Nee. Nee, nee omdat... want dat, dat bedoel ik ook. Ja, richtingsverkeer. babbelen, wij babbelen hè? daar niet mee. Hè? En, en, en soms ja. heb ik ook het gevoel van. van Wat vaak uh, de. Ik zal het maar zeggen. Um, ik zal het voor mijn eigen mm -hmm. spreken, niet voor iemand mm -hmm. anders. De arrogantie van het ouder worden is vaak van te denken. Ja, die zijn daar niet mee bezig. En dan denk ik misschien wel. Ik weet het niet. Hè? Je. je omdat je niet veel praat met mensen van die leeftijd. Kun je het niet weten? Zie ik het, maar ik zie het ook een, een klein beetje. Eh, met mijn dochter is nog maar tien, natuurlijk. Dat is een heel ander verhaal. Maar wat, wat ik wel voel is, is, is. Er is een enorme. Die zijn enorm bezig met. Uh, met sociale media. Met afleidingen met elkaar. En mm -hmm. dat soort dingen. Maar inderdaad, zo. De, de, wat ik ook al zo raar vond, hè, want ik ben een beetje van de hak op de tak aan het gaan. Maar wat ik ook al zo raar vond, naar aanleiding van heel veel van de dingen die je hier mm -hmm. al gezegd hebt, is ook die vingerafdrukken die binnenkort op de pas moeten ja. Dat ik denk dat is gepasseerd. Ja, moet dat nog? En niemand heeft daar ook maar één ding van gezegd: van oh. Ik ben niet echt een crimineel of zo. Ah. Dus ik vind niet dat ik het gevoel heb dat ik mijn. Maar dat is echt een Belg nogal rap, hè? Ja. Dus er moet je even over nadenken. Ik ben daar nog niet uit. Wat ik... Maar de, de, we hangen dus er zelfs 10.000 camera's op. Die worden trouwens gekoppeld aan een databestand. En dat is veel. Ja, mensen... maar dat ging, gebeuren, dat, ging dat, dat ging niet gebeuren. Dat ging niet gebeuren. Hè? Dat weet ik. Maar ja, ja. toch, predictive policing ja, heet het uh, systeem. Nu, dat is eigenlijk en... preemptive striking eigenlijk. Ja, ja, wel ja, voilà, Maar volgend... dat lijkt daar al een klein ja, beetje maar op. Dat hè? is, is ongelooflijk. Nee, nee, maar hetgeen dat ik. Want ik bedoel, denk dat heeft George Orwell in 1984. Die durf zelfs zover niet. Je zag het nog niet aankomen. Nee, voilà. nee. Dus, maar, maar wat ik wil zeggen ja. is: een, een Belg zegt nogal rap. Ik heb niks te verbergen. Nee, maar dat is niet wat ik zei. Ah. Dat, want, dat wou, want ik voelde dat je daar naartoe ging. Ja. Nee, hetgeen dat ik zeg is: Ik ben geen crimineel. Dus ik hoef mijn vingerafdrukken niet af te geven. Mm -hmm. Dat gaat niet over. Het was ah, ja, ja. Ja, ja, Dus Om... niet op die manier van: ja, ja, maar ik heb niks te verbergen. Ja, ja. Dat, dat, ja, maar dat echt... nu, nu niet ja, dat denkt er, ah, er keihard vanaf iedereen heeft iets te verbergen vind je al ja, dat echt zo raar ja ik vind dat raar. nee ja, ah, dat is, niet, heel, dat is helemaal het... niet raar. je, je te... nee, nee gewoon dat er niet over geklaagd wordt dat is toch zo we hebben toch te veel luxe je hebt toch te veel om te verliezen iedereen wilt wel gewoon betogen maar als het regent gooi je niet naar buiten maar dat is letterlijk weet waarom ik dat weet op een welke in de helft van de wereld ik vind dat verschrikkelijk erg maar als het regent kon je dat niet doen ja, en toch vind ik dat, ik vind dat wel een, Wat een soort... In de regen ik vind dat een soort fight. Ik heb ooit nog, weet je, nog, in de jaren tachtig... Nee, maar ik Tegen de, de, de bommen. Ja, ja, dat weet <laughs> ik. Tegen de atoombommen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Maar dat is waar. Dat is waar. Maar, ja. maar, maar, maar tegen de atoombom. Ik heb ja. daar ook nog gestaan in Brussel. Ah, waar jij dan? Ik Hij was in Ik was in ah, <laughs> <was die> <laughs> <laughs> Maar dat is echt zo... Ja, dat is bijna een nostalgisch kan verhaal. Kan Dat is een verhaal. Een bomvalk. Dat ja. Dat Oh. Ja. Oké, okay, maar wacht even, uh, want we hebben veel items ineens, maar er is denk ik toch, als ik dat nog even mag zeggen, een soort lethargie, moeilijk, moeilijk begrip, maar zo van het zal mij aan mijn reet roesten, mentaliteit mm -hmm. van veel mensen. En dat stoort mij. Oh, en, en god ja, niet iedereen moet op de barricade. Ik, sta ook, ik ben ook geen kasseigooier, hè? absoluut niet. Ik ben, ik ben veel burgerlijker dan de mensen denken ze, hè. En misschien is het dat wel wat het zo raar maakt, komt mij. Van die Muris wat een rare is dat. Die heeft zijn brillen op. Die heeft zijn brillenknop, die, ja. die rijdt ook met een dikke notto. En toch zit je zich kwaad te maken in systemen. Ja, maar wacht. Eens, het een sluit toch het ander niet uit. Ik, ik ben oprecht verontwaardigd. En oprecht kwaad dat we onze politiek niet op orde krijgen. Dat we ons beleid niet. Wij gouden Godverdomme, een van de hoogst opgeleide landjes. Van heel Europa zou het voortouw moeten nemen. Dat is een geweldig cliché. We kijken altijd uit naar de Scandinavische landen, maar waarom wij niet? Waarom moeten we altijd afwachten? Sorry, u steekt uw vinger op. Red je met in een, <tots> een? diesel? Ja. Mocht ik nog Antwerpen binnen? Uh, ja. Ja, maar dat vind ik. Dat van Antwerpen vind ik niet. Even ik zal je hem in een diesel? Nu nog wel, hè? Hij is al heel duur, hè, de diesel? 1,6 euro. Ja, Hij is heel duur. Ja. Ja. Ah, wel, als alle dieselraar zeggen. We tanken niet meer. Die dieselprijs gaat keisnel naar beneden. Natuurlijk, binnen de brand. Maar ga dan zeggen, shit, ja. ik ga niet naar mijn tirades, ik ga niet naar mijn nee. repetities? Je hebt gelijk. Dus ik, maar ik snap dat heel goed. We, we, oh, klimaatsjuur zelfs. De, de, de kritiek die je altijd krijgt is, hier zal maar ondertussen wel van die een lezing naar de andere rijden. Ja, maar wacht eens even. Dat zijn van die doodtoeners mm -hmm. waar je alles kapot mee krijgt. Ja. Alles. De, zo schiet ja, dit ding tip, op. Tippen op een door kinderhanden gemaakt een iPhone, hoe slecht dat de wereld gaat, is ook slecht. Ja. Mm -hmm. kunnen, de, onze westerse luxe is een en al doodtoeners ja. in, in discussies. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en ondertussen maar op bol.com en in de Primark kopen. Voilà. En voilà. Ik moest er heel fel aan ja. denken, Andries, met, met vorige week. Dat is blijkbaar veel mensen ontgaan. Maar uh, het hoera, het applaus wat we in Luik, uh, Alibaba, de grootste Chinese bol.com, zeg maar, komt naar Luik. Iedereen hmm. blij. Ik hoor Chris Peters nog zeggen, ja, dat hebben we toch eindelijk beter gedaan dan de Hollanders en de Duitsers? Want die zat daar ook op de azen. Wat hij er dan niet bij vertelt, is één, ik geloof 150 miljoen Waalse staatssteun, om dat bedrijf daar te krijgen. Geen belasting betalen. Ook mooi, altijd, hè? Ja, want we willen ze wel hebben. En B, producten verkopen van de Chinese markt, waar we zogezegd tegen zijn, maar ze wel binnenhalen als er nog duizend walen kunnen gaan werken aan een hongerloon. Dus hoe dubbel dat, dat allemaal is. Mm -hmm. Zo, ik, ik snap het niet goed. Ik, ik vind dat wij ons daarvan moeten, voor moeten behoeden. Voor dat soort, maar we zijn makkelijk. We zijn allemaal de mensen van de makkelijkste oplossing. Ik ook, hè? Mm -hmm. Ik heb ook graag dat het verkeer doorstroomt, dat er geen gezeik is, dat er naft uit de tank komt. Allee. Dus dat maakt het ook heel moeilijk. En ik besef dat ook. Vandaar trouwens, om een rare cirkel rond te maken, Alex, tiraden zou stilletjes aan meer moeten gaan over dat. Mm -hmm. Over wie zijn wij als samenleving. En niet enkel het vingertje uh, in de richting van de politiek. Want dit klinkt uit mijn mond heel raar. Hè? En ik meen dat echt 100%. Ik heb een diep respect voor politici. Mm -hmm. In principe. In ja. principe zou dat de schoonste job ja. ter wereld moeten zijn. Al, ik wil niet meelig klinken, maar als jij de stem van het volk krijgt om ja. het volk te vertegenwoordigen, sorry, maar als sedert de Grieken is dat de chicste job ter wereld. Ja. Maar niet als je natuurlijk het volledig systeem fuckt. Dan mm -hmm. niet. En daar zitten we, vind ik, nu wel. Het is compleet, het slinger is compleet doorgeslagen. Ja. Ja. Ja, dat cast er gloom over de hele avond. Let's all just commit suicide, shall we? Zo, um, so dat was de allerlaatste. welcome to the AA, dames <laughs> en heren. Wij gaan nu uh, collectief van Hij ja, ja, is graag gedaan. Hij uh, heeft het weer gedaan. Als je ergens binnenkomt met Mandy en dan zijn, god er iets ik Oké, ik kom terug naar de muziek even: Race Against the Machine, man. Oei, 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 oei. Nee, ik, ja. ik wou eigenlijk hebben, uh, ja, Je zat in de jaren negentig, dus dat klopt dan ook. Nee, wel nee, dat, met maar ik, ik, ik weet niet of je voelt op. wat ik bedoel, hoe dat, ja, ja. dat opschuift. Hè? Ja. Ik, ik, ik meen dat echt. Hè? Mm -hmm. Plotseling heb ik dat herontdekt. Nu, ik mm -hmm. was toen al journalist, begin jaren 90. Ik schreef vaak over muziek. Dus ik heb dat allemaal wel meegemaakt. Ik heb al die interviews gedaan. Zo. Maar om een of andere reden was ik dat zo wat kwijt. Heb je dat allemaal geïnterviewd? Ja, dus heel, dat... Die, heel die grunge scene, hè? allemaal ongeveer. Ik ben zelfs, in, ben zelfs in Seattle geweest naar aanleiding van het overlijden van Kurt. Ja. Drie dagen later was ik daar voor een reportage. Ik bedoel, ik, ik kende dat heel goed. Mm -hmm. uh, maar, maar, om een of andere reden had ik dat geparkeerd in muziek. Ik dacht zo van, dat was toen en dat was tof voor wat het was. Nu begin ik Soundgarden en zo terug te herontdekken. Ja. Fucking ja. hell man! En zelfs die Amerikaanse, ik wil de luisteraar niet vermoeien daarmee, maar het is puur technisch. Hoe dat dat klonk. Ja. Als, Als veel ik van die in Change opzet, Dirt ja, Pearl is, jam, is nog altijd onwaarschijnlijk. Zelfs ja. Stone Temple Pilots. Ja, dat, zelfs, zelfs ja, dat veel geld, pilots, geld ja, ja, dat ja, ook. Dat waren ook topproducers. Tuurlijk. Uh, ja, ja, ja. ja, maar hoe dat, dat klonk. En, 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 en dan denk ik van, ik heb toch twee kanten zo. Weet je? Ik mm -hmm. heb, muzikaal ben ik iets heel raar. Ik ben of van de jaren tachtig, Britse liefhebber. Ik heb mm -hmm. daarmee heel veel British music. Ik vind dat fantastisch. Het is de beste muziek ooit gemaakt. Komt uit Engeland. Maar tegelijk... nee, ik herinner me nog dat je ja. Half starstruck gezien hebt. <laughs> uh, toen was, Johnny Marr en ah. aan het schuiven was aan buffet in Pukkelpop. Ja. En ik stond daarachter en ik keek naar u en ga zo... Dat oh, is John fucking Johnny oh, Marr. En ik had echt zo weten, yeah, ja, I know. <laughs> maar voor u was dat niet helemaal zo. Nee, nee, ik, zag, was... ik zag ineens ik... zo de, de, de tienerstein, die je ja, zo ik... ineens iemand daar zag staan en dacht... <laughs> Godverdomme, ik meen dat Johnny Marr. Ik ja. meen dat ook echt, hè. Maar de... ik, denk ook, ik denk ook sowieso, als je een muzikant bent, of een artiest, sowieso, dan zit dan zitten ook een fan. Dat, kan, dat kan ook niet ah, anders. Ja, ik... Er is ook een deel van u dat als je... Je hebt de helden. Hè? Oh ja. En wat hij bijvoorbeeld had, uh, dit jaar zaten we. Ik had hem zelfs niet eens herkend. En hij een een is een heel pijnlijk nee, een Hij is een van mijn beste. Een van mijn grootste invloeden zit daar. En ik kijk achter hem en er zit een, een ouder wordende man. Met een, met een petje. Die er zo zit. En ik denk. Ik zeg, ja, wie, en zo Paige Hamilton van ah, Helmet. Ik zeg, absoluut. Maar, nee, ik staan, had die zelfs niet gekend. Ja. Maar, maar een held is redelijk gitaar, gaan spelen. En ik, die, ik heb die misschien al twintig, dertig keer gezien, ook in het buitenland. En ik heb al heel veel kansen gehad om die te ontmoeten. Die niet zelfs dus voor mij komen staan en dergelijke. Maar ik heb zoiets, dat is echt een held. Ik wil die niet hebben. Dus we zitten, dat was op wakken, open air. En ah, ja. We wisten al dat we gingen stoppen. Dus ik denk ook van, ik denk op dat moment, god man, wie weet. Hoe dikwijls kon er nog iemand zitten? Hoe dikwijls kon er nog backstage ja. zitten? Dat ging allemaal door mijn ja. hoofd. En ja. ik werd ik vooral, vooral omringd door een gebrek aan enthousiasme <laughs> rond mij. Maar dat zag je ook. En dan is er iets heel raar gebeurd. We moesten de merchandise gewoon wegdoen. En wat we gingen daarmee allemaal doen. Dus we lopen een soort in kolonnen. En Wakken is heel groot. Dus dat was wel een wandeling van 10 minuten. Ja. En Paige Hamilton, die niet zo wat was, En die staat recht. En die loopt mee met ons. Dus ah. ik denk. Oké, okay, maar die was niet bezig met ons en die moest daar blijkbaar ook zijn. Dus die liep tien minuten zowat mee met ons, ook nog die merch, en die liep ook drie vier minuten naast u. En ik denk echt in mijn nagen. ja, ik, deze is, is de moment. Ah, deze ja. is de moment, En die zie je zo rond. En uiteindelijk is hij dan op een bepaald moment afgeslagen En ik heb er zo een foto van gepakt, omdat ik dacht, deze moment wil ik altijd houden. En dat is precies dat dat ene van ons is. Ah ja. 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 En ik heb er nog altijd niks tegen gezegd. Ik heb uh, er ook altijd een heel straffe groep van. Ik heb ze wel nog twee jaar of drie jaar geleden op Rock Herk gezien. Daar vielen ze me wat tegen. Het is voorbij. Mm -hmm. het, is het is voorbij. voorbij. Maar goed. als ik die oude platen opzet, dan dat strakke, dat lege daarvan ja. ook zo. Dat is eigenlijk metal zonder metal. Ik moet ook mm -hmm. zeggen dat ik hem ook wel... Ik heb hem ook een aantal keren gezien in het buitenland. En die ene keer, dat zal ik heel kort vertellen. En dat zal ik ook verklaren, omdat ik het niet zeg. Dat was in Budapest, er een boot... Uh, waar hij heel veel rockconcerten op gegeven en ik zat met een andere groep aan de overkant. En ik kom er al eens fantastisch op te treden en die gast begint, en die helmetfans zijn ook mensen die ook fans zijn vooral van hem. Ja. Hij is een gitaarspel, ja. Zijn gitaarspel, zijn materiaal, die a sound dat ja. hij er gemaakt heeft. Dus, en die gast zegt letterlijk dit, je begint, hey guys thanks for coming out. Um, hey man, after the show I'm going to be at the bar. Hey man, if you guys want to come up to me, talk about my gear, how I write songs, please feel free, come up to me, let's talk all night. Waarop dat heel die zal, ah, oh, dan stopt hij zo. <laughs> yeah, right. Yeah. En die begin, <laughs> ja, ja. Wat een Ook ongelooflijk klo, een joh. dik move yeah. is tot ja, de ja, ja, En ik weet ja, wel ja, dat ik ja. dat altijd dacht. Ja. Ja. Als ik ja. daar nu naartoe ga, die ik vols dus, doen. Ja. Ja ja, 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 ja. En dat viel, dat viel mee. Nek je ja. me nooit ontmoet? Ah, voilà. Oh. Ja, zei, ja. Misschien ja. houden ze zo. Houden ja. 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 ze Bij sommige van uw helden is dat zeker het geval. Staan, dat ze niet wat ik tegenkomen. Wat ik ga iemand wel zeggen over muziek: statement. Bazaar. Moeilijk verhaal. Moeilijk, okay, Moeilijk verhaal. Oké, dan wel. Moeilijk Ik zal zeggen waarom. Nee, maar gewoon niet, we gaan niet. dingen of zo. Nee, 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 nee helemaal niet. Ik heb ik, ze gezien een op pop. Pop. is Eigenlijk een sexy, het sexy mm -hmm. maken van ons iets... Nee, waar, waar jij eigenlijk een andere ja. uh, era uh, vertegenwoordigt, is dat de, de, de sexy uh, nieuwe vorm? Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze... Bij mij is de switch gekomen deze zomer op Pukkelpop. Ik, dat zal nooit mijn favoriete band worden. Maar mm. ik zag ineens wel een optreden waar iets zat dat ik dacht: ze zijn wel aan het proberen. Ze zijn dit wel aan het doen. Ik was daar redelijk van onder de indruk. De reden... Ik geef dat eerlijk toe. En ik heb er zelfs nog even mee gebabbeld achteraf, backstage. En. Ik voelde wel iets anders dan wat ik tevoren dacht van die groep. Dat geef ik toe. Ik ben ook iemand die rap iets te rap soms een mening geeft. En ik word dan achtervolgd door die mening. Mm -hmm. Ja, maar je hebt toen dat... En, en ondertussen weet ik, misschien is dat ouder worden. Ja, maar wacht dus Ik heb ondertussen daar en da en dat gezien van die mannen. En ik heb mijn mening bijgesteld. Mm -hmm. dat, is nooit, dat gaat nooit mijn muziek worden. Maar ik voel wel hoe dat die eraan werken. En daar heb ik wel heel veel respect voor. Ik meen dat echt, hè. Nou, uh... Het grappige is dat, <laughs> dat Andries Bazaar aanhaalt, dat is bij ja. mij ook een vraag. En de reden waarom maar... dat ik die ook aanhaalde, was omdat ik altijd gevonden heb dat um, mm. voor Nederlandstalige muziek, uw muziek niet Nederlandstalig klonk. Hè? Ja. Jij is iemand geweest ik vond die, dat, belangrijk. die dat altijd op een bepaalde ja. manier um, een redelijk... Internationale sound had in, in, in uw klank, heel ja. Engels, mm -hmm. wat je heel zelf Engels. ook zegt, wat je uw, uh, ja. uw, allee, wat uw dus. achtergrond ook echt is. En nu hebben die, die nieuwe jonge ja. gasten die ook heel hard een niet-Vlaams taal Die doen iets met de Vlaamse taal in hun muziek, die maar, zijn die doen dat, maar die doen daar niet mee in hun muziek. Nee. Wat ik, daar, wat ik daar automatisch al heel interessant aan vond, omdat ah, dat ik al de moest neiging wel, ik om die parallel te trekken ik, met geef, u. ik geef wel toe, Alex, dat ik moest wennen hè, aan die eerste twee, drie jaar. Uh, ik wist niet wat er gebeurde, man. Ik begreep die, die hype ook niet. Mm. En nu heb ik ze live gezien en nu begrijp ik die hype wel. Dat is iets heel raar. Ik, ik zal nooit niks hebben met lange witte jassen en daar de foute zonnebril op. Daar zal ik niks mee hebben. Maar ik zag wel het machine dat daar in gang schoot. Ik dacht: fucking hell man. Vond dat ook behoorlijk. Ja, uh, oh, nee. Dat dat, was, de, 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 is dat goud? De single. Is ja. dat, een de goud is zo de belpop, Dat vond ik wel... Uh, dat snap ik wel waarom mm -hmm. dat dan... Dat, ding. dat dus ja. is een goede songwriting toch. Soms moet je gewoon je uh. mening bijstellen. Waar, waar ik waarschijnlijk... En dan moet ik weer voorzichtig zijn. Waar ik waarschijnlijk nooit niks mee ga hebben... Is maar iets... Uh, oh, hoe moet ik dat nu vriendelijk zeggen? Of onvriendelijk? Je zeggen, het gelijk? Ik ga niks hebben met die miljoenen kopietjes... Van Beyoncé, Rihanna, wat nu in België en vooral in het Brusselse heel fel aan het spelen is. Zo Romeo Elvis, Angel. Dat, ik voel daar veel te fel de formule in. Mm -hmm. ik, ik vind dat niet origineel. Ik vind dat niet uh, een, een bepaalde drang die in die artiesten zat. We moeten dat, nee, daar voel ik vooral het marketing gegeven. En daar heb ik wel echt moeite mee. Um, ik voel niks. En, 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 en ook zo het geforceerde van die, hun carrière. Zo van een halve single uit. En dan direct 88 pagina's in de focusknak. Mm. Nou, dat is zo van. Maar wacht, ja, maar wacht even. We moeten dat brengen. Want zij is populair op Instagram. Ja, maar wacht even. Is er al een plaat uit? Nee, dat nog niet. Maar dat komt allemaal enorm. Daar heb ik niks mee. Ja. Dat is heel raar bij mij. Omdat, daar wordt de, de kar voor het paard gespannen. En, ja. en dan ben ik achterdochtig. Zo van ja, maar ze is zeer populair met haar foto's en zo. Ja, en? Mm. en? En daardoor moet ik het ook... En daar is waarschijnlijk maar, en... wel weer wat we er dan de straks... Maar die zalen ter... zitten vol, hè? Tuurlijk, maar voor, voor met ja, van die vreemde dus... parallellen te gaan werken over de jeugd en over het losstaan van jonge mensen nu, er zijn ook een heel aantal... De... Je merkt ook wel dat heel veel jonge artiesten dat die een heel, een, een heel ander parcours afleggen dan hetgeen ja, waar wij tuurlijk. uitkwamen. Ja, wij kwamen uit een tijdperk van optreden van platen, van ja. dat soort dingen. En die doen hem met andere nee, dingen. He, dus en, da, dus en, goed, daar, en daar springen nu ja. een hele hoop um, ja, de, de overschot van de platenfirmes die nog <laughs> niet over kop gegaan zijn en die doorhebben van he, wat ik onlangs hoorde, via, 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 dat, de, dat Sony ook zoiets heeft van, ja, we gaan het fysieke meer en meer afbouwen en we gaan meer uh, op... Uh, he, Influencing. Het, ook, ook, en, ook het beste van allemaal, altijd al gevonden, ik heb het al een paar keer gezegd, val in herhaling, maar het, het maakt me niet uit. Ik blijf het zeggen tot iemand het oppikt of ermee lacht. Maar er is nog nooit een, een inhoudslozer woord geweest dan het woord content. Ah, content. Hè? Wat nu iets geworden is waarvan ik denk, je weet toch wat de originele betekenis van dat woord was? Content. Dat is inhoud, hè? Ja, ja. content. Waar was er mis maar, met inhoud? <coughs> maar dat, dat, ja. daar, daar staat ja. dat niet meer voor. Nee. Tuurlijk. Dat is toch voor, je moet mensen bezighouden door ze ja. constant iets te geven. Ja, hè? Ja. Zo, het, het is eender wat om even naar te kijken. En ik denk wel, ja, ik, ik, ik snap heel hard uw gevoel, want we zijn, eh, we zijn, we schillen misschien een aantal jaar in leeftijd, maar hoe oud ja. zit jij? Ik ben 53 al. Ja, voilà, dus wij schillen pak 10 jaar? Nee, veel minder. Ik voor ah. 46. Oké. Okay. Maar we zijn op, het op het gebied van feer. muziek zijn ja. we wel wat generatiegenoten. Hè? Ja. Is dat toch, jij bent juist zo'n paar jaar dat jij... Je hebt misschien een aantal van die dingen nog live kunnen zien nog in net. de tijd nog net. die dat ik niet heb ik gezien, heb nog, omdat ik toen te uh, jong was. Ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld op Belgisch vlak ik nog vaak gezien heb. Dat is wel Wat wel voor zo. mij een soort ja. een soort kantelpunt ja. was in de muziek. Dat was een césure, zoals dat zo mooi heet. Eh, daar wist ik. What the fuck is Nooit dit? een fan van Arno gewist, nee, maar wel van ik, Hallo. Ja. Wat daar gebeurt. Want die cinematic lag ook he? een beetje in het verlengde van, ja. van al die, die post-punk-achtige dingen. Zoals, mm -hmm. zoals Gang of Four. Ja. Zoals hey, inderdaad Killing Joke. Killing en Bowhouse. dat soort ja. Bauhaus. House. Ja. Ook een paar keer gezien, ja, ja, toch? Top, hè. ben ik wel heel, uh, heel blij om. Ik ben ik ook mm -hmm. altijd een grote fan van geweest. Maar. Enfin, um. dus uh, er zijn dingen veranderd. En ik, ik stel samen met anderen vast dat dat niet erg is. Maar dat wil niet zeggen... Ah, dat vind ik wel interessant. Ja, maar Muris, dingen veranderen. En je moet daar aan wennen. Dat vind ik prima. Ik vind het natuurlijk dingen veranderen. Wauw. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik het er automatisch iedere keer mee eens moet zijn. Ik mag ook nog mm -hmm. mijn smaak, mijn standpunt, mijn, uh, mijn geschiedenis respecteren. Dus, en dat is iets wat heel moeilijk valt bij jonge mensen nu. Van alles wat letterlijk... Twee jaar voor hen kwam, is al is, is, is passé, is gedegenereerd, is, is stelt niks voor. Dat vind ik jammer. Dus ja, maar goed. Maar je merkt het toch zelf ook met je eigen muziek. Maar je natuurlijk, je brengt je het brengt verouderd, uw, laatste plaat. Uit. Ja, niet, niet, niet alleen verouderd, maar hoe lang dat. Uh, hoe zeg je dat? De shelf life van je plaat is, dat is niks meer. Ah oh nee. Dat, dat, dat is letterlijk drie weken nadat die uit is, is ja. het eigenlijk al een beetje. Over, Tegen dat ja? ze uit is, wilden ze eigenlijk al niet meer hebben. Het ja, is, ja, ja, ja. is, 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 is heel moeilijk geworden. Ja. Maar ja. dat neemt niet weg dat ik. Uh, muziek blijft mijn. Ik probeer geweldig het woord passie te vermijden. Dat Passie is het is ook echt mm. zo. Maar, maar, dus dat, maar voorlopig is het even niet aan de orde. Totdat we in 2020 weer iets gaan doen. Maar ik en... gaat iets doen met Noordkaap. Je ziet eigenlijk, je zit ja. aan het opschuiven naar de mm. jaren negentig. In de dingen waar, <laughs> waar je naar luistert. Gaan we daar horen het in het Noordkaap? Dat. Misschien is het daar. Want wel. daar zit het ook wel. Hè? Zo heb ik dat nog nooit bekeken. Dat ja, meen ik. Hè? Maar het is omdat je het zegt dat ik zelf dacht: van, uh, ja, maar dan het is wel ook... de bedoeling om. Allee, we zijn nog ver af. Het is nog anderhalf jaar. Maar het is wel de bedoeling om dicht bij het origineel. We gaan daar geen uh, strijkersversie uh, van maken mm -hmm. met een gesubsidieerd groot symfonisch orkest. Mm -hmm. Het wordt wel elektrisch, <laughs> ja, het wordt elektrische gitaren mm -hmm. en die drums en ik. Mooi de al wat je wilt, aangepast aan de tijd, maar wel daar. Ja. Wel daar waar Noordkap destijds over ging. Mm -hmm. Namelijk een soort frontale aanval op alle, uh, op alle sensoren. Mm -hmm. En dat je even het gevoel hebt van, wow, ja ook. Rock gewoon. En mm -hmm. ik, ik spreek het bewust zo ook uit. hè. Rock. Ja. En daar is niks mis mee. Want mm -hmm. ik hou daarvan. En, en ik hou ook van andere muziek, maar ook van dat. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn. Oké, okay, misschien bepaalde leeftijd. Laten we zo zeggen. De voorzichtige reacties. Want heel weinig mensen weten dit. Mm -hmm. uh, maar de voorzichtige reacties van mensen. Dat is ongelooflijk positief. Dat ze van, ja, Doe. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Omdat je, omdat je sowieso een hele. Mm. Je hebt ook um, bijvoorbeeld uh, mensen gelijk. Um, gelijk mij, die um, het misschien destijds niet gezien hebben. Mm, en voilà. iets hebben van, ja, je kent die nummers wel, je vindt ja. dat wel cool, en ja. je hebt zoiets van, ja, damn, nu krijg je nog eens de kans, of je krijgt die hè, kans de, meer. de mensen die het vroeger ja. gezien hebben en het k cool vonden, die sowieso het nog wel gewoon willen zien. Ja dus Ik, denk, sowieso ik hoop niet... alleen dat we niet in een Lauren Hill scenario terechtkomen. Want oh. ik, 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 ik lees dat dat slechtste concert... Amai, ik heb gelezen en ik hou daar nog toe. Dat was gisteren, hè? Forst Nationaal. Vertel, ja. vertel. Dat heb ik helemaal gemist. Ja, 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 kort, heel kort, ja. hoe dat ze was, dan moeten we een review van de morgen ja. van de Sasje van der Spet. Ja. Dus, ja. Die is geweldig. Okay, die is, ah ja, want meestal vind ik hem soms ja, die wat... die foto's zijn heel, heel straf. Goed. Maar wat heeft maar. hij gedaan? Die is begonnen. Die heeft 40 minuten gespeeld. Ja. Het, het was. Het nationaal. Ja. Het een Dave Chappelle. Nee, maar gepoeld. wacht, wacht, wacht. Nee, 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 nee. nog zotter, <laughs> nog zotter. Die speelt 40 minuten en die speelt niet onvoorstelbaar straf. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Hoe een Savage show. Die komt veel te laat, speelt 40 minuten en dan is die weg en de lichten gaan aan ja. en de muziek, dus de PA-muziek, begint nummers te spelen. Ja. Hoe lang dat weet ik niet, maar mensen gaan naar buiten. Ja. Die komt terug en die speelt nog eens 40 minuten. Ja. Voor een halve, een, een, een halve zaal. Oh, dat ja, dat meende niet. En bovendien begon ze anderhalf uur te laat. Ja, ja. En wat ze dan vreemd genoeg liet oplossen door twee heel slechte voorprogramma's. Ja. Met boelgeroepen en een hele. Dus er een, ging al een sfeer blijkbaar. En dan speelt ze uiteindelijk 40 minuten, was kwaad op het publiek en, en dit en daar. En mm -hmm. ja, dus ik wil maar zeggen, niet iedere reunie. Is nee. per definitie geslaagd. Nee, dus ik, niet. ik eh, laat het zo zeggen, als het Noordkaw project erdoor komt, en dat komt er door, dan zal er veel gerepeteerd worden. Ja. Ik, ben de, uh, ik ben de slavendrijver der repetities. Ja. Dat, dat is ook echt zo hoor. Ik ja. zeg dat niet, dat is overdreven. Er wordt geweldig gelachen altijd. En, maar wel redelijk efficiënt. Daar ja. hou ik ook wel van op een rare manier. Vanaf het moment dat de klank gemaakt is, dan wil ik ook wel echt gaan. Mm -hmm. Omdat ik weet hoe moeilijk het ondertussen is geworden, om iedereen B in te krijgen, en gedoe, en je moet koten huren, en wat is dat allemaal. En, en, dus ik heb daar echt zin in. Ik heb echt zin om, om bij voorkeur met de oude mensen, mm -hmm. maar als dat niet kan om allerlei redenen, weet ik veel, dan komen er misschien wel recentere mensen. Ik zal nog wel zien. Mm -hmm. Maar uh, we nemen dat wel ernstig aan. Ja. Ik wil mm -hmm. er iets van maken dat... Langere tijd, dus niet één optreden, maar gewoon een heel reeks, dat dat gewoon een feest is. En, ja. en zo zie ik dat ook. En, en ik, ik gebruik dat woord heel bewust, want om een of andere reden hangt er rond mij, ten onrechte, altijd iets donker. Zo ah, de meur is altijd kwaad, die heeft altijd iets aan de hand, uh, zuur. Terwijl ik denk, ik... Waar wow, zou dat nee, maar, van komen? Nee, maar dat is gewoon niet waar. En dat stoort mij steeds meer. Nee, het enige ik, ik ben, probleem is dat... Ik ben 53, jij... ik, ik, ik amuseer me de het, Maar Het lijkt en, zelfs, wat daar bij ik, u een klein beetje zo is... Hè? But, but het holt mij uh, vooruit. Ja, ja, Nee, het is ook vooral. Het is ook vooral je hebt, jij hebt de neiging om zelfs als je, ik zal dat maar zeggen, als je zelfs niks slecht bedoelt, om okay. toch altijd terecht te komen in een shitstorm. Zeker als het gaat over bijvoorbeeld een aantal jaar geleden. Ja, er ja, stonden ja. die Belgische groepen op festivals. Hè. Dat heb oh, ik al eens vergeten. Ja, en dat is, Nu dat... staan er te veel. En nu, ja, godverdomme man. <laughs> zo. Maar Mag ik wil Lauren Hill. Wil ik, that... Lauren Hill wil ik hebben. <hat> <laughs> ja, en liefst euh, met een pauze van 30 <coughs> ja. minuten voordat ze oh. nog eens 40 minuten speelt. Oh, maar hey, dat is wel een goed voorbeeld, Alex, wat je ja. nu aanhoudt. Ik hm. zeg gewoon in de marge van een interview, want dat ging over hm. iets helemaal anders. Ja. Zeg ik van, ja, ik vind het een beetje jammer toen, zoveel jaar geleden, dat er zo weinig goede Belgen op grote festivals staan. Want er was toen heel straffe nieuwe Belgische muziek. En dat wordt ook weer een shitstorm. Mm -hmm. Ik denk, maar mannetjes, mag ik nog iets zeggen? Als ik iets zeg over het broodje dat ik bij de Panos gekocht heb, dan is het ruzie. Ja. Dus, denk de wel vanuit van welk he? broodje ik dat je gekocht hebt bij de Panos. Net... Want uh, <laughs> als we beginnen met die uh, crusty chicken, dan... Oh. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Organisator Rockwerker reageert op kritiek Stijn Meuris. Je moet oh, kwatsen op, op Google, niet op mij. Ja, uh, ja, ja, ja. Nee, nee, ik weet het. <laughs> Maar ik vond het nu, Gelukkig, op, gelukkig wereld... hebben we dat in Limburg allemaal niet. Hè. We hebben geen Google in Limburg. Hè. internet staat er nog in de kinderschoenen. We hebben zelfs als Antwerpenaar niet eens gedacht om zo'n mop te maken. Nee, nee verlaag. Voilà, nee, nog niet eens gedacht. Maar ik wil maar zeggen, nee, op nee, een duur. We hebben dat echt helemaal zelf gedaan. Uh, en ook weer in de marge van een gesprek hebben uh, we dat, maar ge dat ge weer voilà. gedaan. Nu wilden zo... waarschijnlijk heel veel Limburgers reageren nee, nee, op deze nee, nee, podcast. Nee, van is... Wat zeg je allemaal, Stijn? Wat ik wil zeggen is: in het Engels, jij weet dat heet dat self-fulfilling prophecy of zoiets. Op een duur zegt de en wordt dat uh, uh, belangrijk? Terwijl ik denk, maar ik, ik kan beter gewoon niks meer zeggen. Maar ook nergens niet meer naartoe gaan. Geen een trein meer pakken. Geen mm -hmm. scholen meer tegenkomen. Ah, ik bedoel, ah ja, de, Moeders met huilende ja, kinderen. Ja, de, uh, de, 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 dat herinner ik mij ook nog. Ja. Da, maar, er dat, niet momenten, ah, zijn er niet momenten dat jij ah, soms denkt: I should just shut the fuck up? Zijn er niet momenten dat jij dat soms vaak denkt? ik vaak denk, en dat zeg ik nu zonder ironie: ja. ik denk vaak. Het is allemaal opgezet spel. <laughs> Iemand is hier een langdurige productie oh. van een programma aan het maken uh. en. Het voorval met de trein, ondertussen alweer jaren geleden. Een, mm -hmm. een, een zwarte madame, want daar ben ik nog goed weg. Nee, nee, Andries. Mm -hmm. Daar ben ik nog weg. Stijn Meuris scheldt vrouw uit om huilende baby in trein. Jij onmens, Stijn ah, wel, Meuris. Ja. Ik ben nog heel blij dat er in die, in die artikelen niet stond, scheld zwarte vrouw uit. Oh, cool. Was dat dat ook nog? Ja, ah, natuurlijk. Ah, Oké, okay, dus is nog een racist ook, dames en heren. Ja, verlaar, is, natuurlijk. U, u hoort het hier voor ik, het ook eerst. dat nog. Nee, maar ik wil maar... Dat was een typisch voorbeeld, trouwens, dat hè. Wat je ja. in het begin van de show ook zei hier. Um, ik heb een rare neiging om in te grijpen. Ja. Of dat nu is bij de bakker, bij de supermarkt, in het verkeer. En dat moet ik afleren. Dit, dit voorval op die trein, jaren geleden, was daar een mooi uh, exemplaar. Uh, dat ging letterlijk. Ik had daar niks mee te maken. Ik zat mm -hmm. gewoon op die trein. Ja. En op een bepaald moment voelde ik in die wagon. Een, ik kwam op die trein en asseltie. Het wagon zat vol. En ik. Dat is echt ADHD en HSP, zeg maar. Mm High -hmm. Sensory People. Ik voelde een sfeer. Niemand ja. zei wat die sfeer was. Maar ik voelde die. Wow. Wat bleek te zijn, tien meter verderop, staat een zwarte mevrouw recht aan het telefoneren in het Engels. Heel luid. Met een gigantische kinderwagen die de, het gangpad blokkeerde. Dat was de situatie. Ik had daar niks mee te maken. Maar na verloop van tijd, na kwartier, twintig minuten, dat bleef duren. En die, 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 die onvrede groeide in die wagon. Mm -hmm. En dan gebeurt er met mij iets heel raar dan vind ik onbewust dat ik moet ingrijpen. Ja. En ik doe dat dan ook. Ik sta dan recht, ik ga dan naartoe. Enfin, ik kreeg er een hoop beledigingen naar mijn kop geslingerd. Dat wilde niet. Van weten. die vrouw. Ja ja ja. ja, ja. Was heel okay. terwijl ze aan het bellen was, mijn ja, baby ja, ja. was aan het wenen en... toen ik... niemand reageerde ook hè? Mm -hmm. Niemand hè, dus een hele ja, honderd... van hè? de andere, de ene. En, en ja. daarom weet iedereen dit nu. Eén reageerde, bleek ja. achteraf. Met een GSM dat filmen tussen de zetels door. Ja ja ja. ja. De studentjournalistiek. Ja die ik achteraf weken later nog aan de lijn heb gehaald, die toen begon te wenen toen ik hem belde. Ja. Ik had dat nooit mogen doen, meneer Meuris. Ja. Maar waarom doe je dat, man? Bedoel, je hebt het begin niet van het incident, dus de mm -hmm. context is verdwenen. Heel belangrijk, hè? Ja, maar goed, dus ik wil maar zeggen, ik ja. moet stoppen met mij nog te moeien, maar ik zal hem dan ook vertaan, niet meer ingrijpen als ik iemand zie lastiggevallen worden op straat, hè? Ah nee, ah nee. Want voordat je het weet, filmt er iemand uit de notto en zeg jij het aanstoker. van het incident. Ik, mm -hmm. ik doe niks meer. Mm. Is dat echt of zo? <laughs> is dat echt dat God niet? Waarschijnlijk. Want dat is iets dat je wa zegt, maar negen van de tien God dat maar... toch niet zijn, hè? Ja, want je Want dat is toch niet wie dat je zegt. Nee, je zei het wie je zei. Ja, het is dat. Maar dit is wel de angst die ik door een aantal mini en want het blijft allemaal mini, hè? Vooral wat duidelijkheid. As we speak. Microaggressions. Is uh, uh, ja, dat? Ah. Dat ja. zijn van die nieuwe, van die nieuwe mooie. Hè, er is heel veel nieuwe terminologie. Ah, maar. Omdat we we kunnen eigenlijk heel het heel het gesprek rondmaken ja. of de, hoeven we Keurlijk. niet, want we kunnen nog niet. gaan. Nee, nee, maar ik vind. er zijn er zijn een heel een hele veel Dingen die, dat je, die dat je zegt. Hè, wat, mij, wat mij heel hard deed denken: het incident, hè, want hetgeen wat jij vooral um, in Diepenbeek wat mij opviel van de dingen die ik las met uw commentaren mm -hmm. of de dingen die jij zelf zei, was niet het incident met die jongen, was nee. niet het smijten met de GSM. Nee. Ja, dat, was was dus, de... dat ging te ver. Ja, oké, okay, ja. tot okay. daar toe. Ja. Maar was de, was de, um, de reactie. Van de rest van hè, die, die zo algemene hysterie, van er is hier iets gebeurd en wij kunnen dat emotioneel niet aan. Mm -hmm. En ik moest heel hard denken aan die, die Amerikaanse uh, campuscultuur, die zo dichter en dichter naar hier aan het komen is. Hè. Zo de, zoals ze noemen in Amerika, hebben ze daar uiteraard al woorden voor, omdat dat daar al even aan de gang is. De Safe Space Trigger Warning... Uh, uh. De comfortzone zone. het uh, we, willen, we willen vooral niet dingen horen of meemaken die, die... Die ons niet bevallen. Ja, die we niet leuk vinden. Ah ja, voilà. Maar dat is exact dat? De, en, en dat is begonnen met dat soort dingen. Hè, wat ze noemen. En zo, bepaalde dingen noemen ze microaggressions. Wederom, dat gaat iets nieuws zijn. Maar binnen een aantal jaar God we allemaal weten wat dat mm -hmm. is. Hè. De, dat zijn van die dingen waarbij bijvoorbeeld als iemand um, Aziatisch is, dat ze er tegen zeggen, oh, where are you from? Dat mag He? niet meer. En dan zegt hij, ja, I'm American. Mm -hmm. He, zo. En dan deed hij zoiets: wit, ja, maar je zei ook overduidelijk nog van ergens anders. He? Je kunt dat ja. zien. Maar dat wordt nu gezien als een soort, jij duwt mij ja, in een rol. He? Identitair. Ja, een soort identiteitsding ja. en zo. En dat gevoel, ik vond dat heel raar dat toen ik dat las hier... Dat ik denk dat ja, dat is iets dat je, dat je meer en meer begint te, te voelen bij, bij jonge mensen. En daarom, ja, we hebben het al een aantal keer gehad tussen het, het leeftijdsverschil en het misschien niet meer weten wat er leeft bij jonge mensen. En zeker met heel dat incident tijdens, mm -hmm. tijdens een, een, een schoolvoorstelling. Maar je hebt echt een, een, een gevoel, als je dat hebt meegemaakt de voorbije week. En je denkt daarover na. Nou, ja. Dat er iets moet gebeuren met de jeugd? Oh, ik vind dat een hele moeilijke. Maar dat, herken, dat is een hele Ik herken heel psycholo veel. psychologen beginnen nu, nu bij te staan. He, waar ik, ja, dat, weet is, ik, dat weet ik. Op een leerkracht is, is het al gedraaid. Uh, he? Leerkrachten ook, maar helaas allemaal anoniem. Uh -huh. um, dat gaat letterlijk hè? Dat, dat gaat over, ja, maar ik mag niet, want ik mag dat niet doen vanuit mijn beroep en mijn mandaat en mijn functie, maar we snappen dit heel goed. En dan, ja, oké. Okay. Het is jammer dat je altijd een buitenstaander nodig hebt om, om een bepaald fenomeen te duiden. Mm -hmm. Maar dat, van die microaggression, dat herken ik heel goed. Dat, volgens mij was het ook echt dat. Mm -hmm. Ik drong een wereld binnen, een bubbel, een comfortzone, waar ik niet thuis hoorde. Uh, met mijn woorden, met mijn gedrag, het feit dat ik iets aanpakte, ligt zeer gevoelig. Um, maar ik kom, ik, dat ligt natuurlijk aan mij, want ik kom uit een tijd waarin dat, dat niet abnormaal was dan een leerkracht dat deed. Achteraf, kwartier later op de speelplaats, zeiden we, oh my god. Maar dat was klaar. Mm -hmm. dat, dat incident was geduid, afgerond, finished. Nu niet meer. Nu, nu vertaalt zich dat straks in advocaten. In Aanklachten in, in maar mannetjes, alstublieft. Mm -hmm. en, en, en daar liefst vind... al zover, of niet? Nee, nee of het dat is nog niks... niet zover, maar ik ben nee. er nog altijd niet mee. ze doen op uw hoede, ja. Ik ben nog altijd het gevoel Tuurlijk, dat ik ik ben op mijn hoede. Ja. En, en omdat daar hoeft, maar dat is ook de macht van het getal. Jij zit alleen, zij zijn met mm honderd -hmm. en, en ondertussen vijfhonderd sympathisanten en ouders en noem maar op. Er hoeft maar één van die vijfhonderd een klacht in te dienen. Ik zou niet zeggen gehangt, want waarschijnlijk wint je zelfs die klacht. Mm -hmm. Maar je zit wel in een lastig parket. En, mm -hmm. en dan denk ik, dat klopt gewoon statistisch niet meer. Wat moet ik dan doen? Moet ik nu een klacht ingaan dienen wegens laster eerroof en broodroof? Mm -hmm. Want dat is het bijna, hè? Ik ja, wil, want je hebt ook gezegd... Uh, ik stop met voorstellingen. Gestopt, ja. Ja, dat, maar goed, dat is mijn ja. eigen beslissing. Maar mm -hmm. dat doe ik ook echt, gedaan daarmee. Ik, ik wil niet meer in een school... Ik, ik vind dat heel jammer, hè, want het was een zinvol project. Met heel veel humor, maar ook met maar, heel veel uh, geschiedenis. Je hebt, je hebt ook gezegd in, in, in een interview, uh, ik, ik heb er honderd uh, ik, ik gedaan. En ja. Ik heb zo twee incidenten ja, en ook, dit is dan uh, waar ze het over ook. hebben. Maar waarom is dit incident dan de, de, voor de u de druppel? Omdat ja. ik, omdat ik in, in, in tegenstelling tot dat eerste incident jaren geleden... Is er zelfs nog iets veranderd? Namelijk, de macht van sociale media was zelfs drie, vier jaar geleden niet zo groot als nu. Nu is die vernietigend. Nu kunnen ze u echt onderuit halen, zelfs op juridisch vlak. Mm. Ik, ik wil daar zelfs mee niet bij sleuren, maar eigenlijk klopt het wel. Het is hetzelfde principe. Het hoeft niet meer waar te zijn of niet bewezen te zijn. Mm -hmm. Wij vinden dat wij onze comfortzone, dat die geschonden is. En dat is bijna, vreemd genoeg, een soort juridische definitie. Ik denk, ja maar mannen, dan hou het echt helemaal op. Ja. En, en ik heb geen, ik, dat mijn veld, want dat is het bijna, daar wil ik me niet meer in begeven. Ja. Ik wil dat gerust met politiek doen, maar wie zijn wij als samenleving? Maar ik wil niet meer geattackeerd worden, tot god weet welke grens, ja. door een 17-jarige met een smartphone. Ik, ik, daar is iets, ik heb zoiets van, oké, okay, dat is misschien even niet aan mij. Ik durf veel, ik doe ook veel, maar ik ben ook geen sadomasochist. Hè. Ik heb geen zin om. Allee, ik heb gewoon geen zin om morgen voor een rechter te staan. Ik, mm. ik zal dat nog doen. Ik zal mijn eigen nog verdedigen ook. Ik heb daar geen mm. advocaat voor nodig. Ja. Maar dat klopt niet meer. Dat is buiten proportie. En ik voel dat dat aan het opschuiven is. Leerkrachten zeggen mij letterlijk: en ik verzin dit echt niet. Wij zijn daar dagelijks voor beducht. Daar hoeft er maar ene hier zich heel slecht te voelen. En wij hangen gewoon. Mm. Eerst en vooral is er de tussenstap: dat ze door een directie verdurend op matje geroepen worden. Van, hm, pak dat misschien wat anders aan. Dat mag nog. Maar je voelt heel fel de druk naar onderwijspersoneel. Van, mannen, ook met die punten en zo. Kalm aan, want zelfs moeten wij het weer gaan uitleggen. Ja, maar waar is even, dan is het einde helemaal. Zoek. En, en dat voelde ik. N mm -hmm. Niet alleen in deze groep mensen. Ik voelde dat ook bij andere gelukte voorstellingen. Waar niks mm -hmm. meer aan de hand was. Had ik vaak in de kleedkamer achteraf zoiets. We got away with it. Ja. En dat is geen gezond gevoel. En in, wel, in, in welke zin had dat dan? Wel dat je, wel, dat je had... denkt: van dit had ook kunnen mislopen, of ik heb, iets, ik heb iets kunnen oplossen. Maar stel dat ik het niet had kunnen oplossen, hoe, hoe was dat geëscaleerd? In ja. diepe escaleerde het. Ja. Maar er waren misschien nog, ik zeg maar iets, vijf of zes andere scholen dat het kantje boord, dat er niks gebeurde. Maar dat ik toch even dacht van, goed, want anders waren de poppen aan het dansen. En over wat ging dat dan? Over oh, mensen die een commentaar over... hadden? Of nee, want daar niks... heb ik geen enkel moeite mee. Nee, nee, nee Alex, dat ging, dat ging over uh, ja, zich niet weten te gedragen. Een soort haantjesgedrag, wat uiteraard tieners hebben, daar is mm -hmm. ook niks mis mee. Maar zodanig, ja, hoe zeggen ze in het Vlaams, het bloed van onder de nagels pesten, ja. Dat je denkt, wow, hier moet ik sterk in mijn schoenen staan. En respect voor mensen die dat iedere dag moeten doen, hè? kortom, leerkrachten. Mm -hmm. Maar goed, dat is een heel brede discussie. Uh, ja, het is, het is gewoon moeilijk. Ik heb daar geen zin meer in om, om iedere dag, enfin, niet iedere dag, maar om vaak voor een school te staan en te denken, ik hoop dat dit goed komt. Ik wil mm -hmm. dat bij concert wel denken, of met een tirade, maar dat is positief. Mm -hmm. Dat is iets van, yes, goesting, trek. Ja. Ze, zenuwen, maar positief. Ik heb geen zin om te denken voor een voorstelling ik hoop dat ik niet aangeklaagd word. En wat trok u dan aan om schoolvoorstellingen te komen? Ja, dat was een Waarom? heel fijn project. Dat was een, heel simpel gezegd, dat was een idee van uh, Provincie Limburg. 100 jaar Wereldoorlog 1, 2014 was dat, toen is dat mm -hmm. begonnen. En die wilde iets hebben voor scholieren, want die weten niks van Wereldoorlog 1. En die zeiden, we moeten iets doen. Uh, fijn. En die hadden een aantal voorstellingen gezien van Stijn en de Sterren. Ik deed dit al over astronomie. Mm -hmm, onschuldig ja. onderwerp. geen uh, die die... van uw grote passies ja, ook, Ja, absoluut. Ja. Die toon en die humor die daarin zit, maar toch wetenschap, die willen we hebben over wereldologie. Kunnen we dat maken? En toen hebben we dat gemaakt. En dat was een heel toffe voorstelling. Veel boekingen, veel werk mee gehad. Altijd goed, twee keer mis. Mm -hmm. En dus verliest je. Ja. Nou, dat, is, dat is jammer. Maar goed, dan maar niet. Mm -hmm. Op naar andere dingen. Dat dan wel. Voilà, ja. dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Nou, kijk eens aan. Was dit te ernstig, Alex? Nee, dat was keihard nee. leuk. Ik vind het helemaal niet erg nee. dat dat ernstig is. Ik heb ook een ernstige kant. Mijn podcast en jij ook? is meestal redelijk. Dat weet ik, ernstig. dat weet ik, ik heb ik gecheckt. Dat, dat valt eigenlijk goed mee. Dus uh, nou, in ieder geval. Misschien nog, misschien nog een kleine vraag voor, uh, mm -hmm. voor helemaal meer rond te zijn. We hebben nu ja. ook zien acteren een aantal ja, keer. Ja, dat was per, in... <laughs> per ongeluk. Boosjezo ja, okay, per ongeluk. Oké, vertel. Wat was er per ongeluk? Nee, Jij wandelde echt... gewoon de set op en zaten ze weet we zullen Ey. hem maar wat dingen nee, nee, geven. Nee, nee, om zo te zeggen. het niet. Jij ze gewoon beginnen praten en ken ze dachten we nemen op. Ken <laughs> je lang geleden uh, de film Zelig met Woody Allen en van Woody Zelig, het verhaal van iemand die bijna per ongeluk in situaties terechtkomt en dan het laken naar zich toe. En de aandacht. Soms voel ik me zelig. Ja. Dat is echt waar. Hier zit dus een rare jongen met een brilknop. het overpel. Maar moet je hem niet zielig voor, nee. jongen. Nee, nee, niet zielig te zelig. Zie wat hij dirft. Wat ik bedoel is: ja. ik ben ooit lang geleden, toen ik nog in het leger zat, mm -hmm. uh, voor de eerste keer meegedaan met een film van Robin de Herd, Blueberry Hill. Ja. En het vreemde gevolg daarvan was. Bril Boulevard? Ja, Bril Boulevard. Dat was het iets wat verplichte vervolg. Helemaal ja, iets ja, ja. minder goed. En daar is nog Taans geweest. Toen was ik journalist. Just. En Stijn Konink ja. kwam met mezelf over de dorp en ik wou wat journalistisch maken over dans. Uh, uh, waarop hij zei, ja, kom maar af, we filmen in Polen. Wat? In Polen? Ja, want daar ziet het er even slecht uit als in Aalst 100 jaar geleden. <laughs> Dat bleek te kloppen. <laughs> nu denk ik ondertussen, nu kunnen ze terug naar Aalst, want daar ziet het er nu terug uit zoals 110 jaar geleden. Uh, maar dus, um, je valt gewoon gerold van de ene situatie in de ander. En, maar ik ben absoluut geen acteur. Mm. En, en trouwens, Bourse Jour, daarin heeft half Limburg meegespeeld. Dus wat dat betreft was dat ook geen, geen verwezenlijking. Nou, maar dat was, maar was zicht, heel fijn maar het om was, te Maar doen. het was zeker ook ja. niet. Uh, hoe zeg je dat? Ik vond dat. Je zit zeker niet onverdienstelijk mm. als acteur. Dat werkt eigenlijk dat ik, best goed. ik denk ja. dat ik dat zou kunnen, maar het is nooit een ambitie geweest. Maar ik, ja. ik vind dat iemand die kan acteren, vind ik zo schoon. Ik vind wel dat ik Ik moet de een tijd om Henry Rollins denken. Zonder dan de muscles. Maar je gaat mij er heel hard aan denken. Ja, hoezo? Wel, iemand... Dus eigenlijk moet ik Alex en Muscles hebben. Ja. Hier zit gewoon samen een soort. Soms is we, samen zeggen, zullen 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 we zeggen, zullen zijn een Henry Rollins. Hybride... Ja, ja. Een hybride. Een face swap. Zo. Ja, ja, ja. Oh ja, wauw. Ja, een ja, uh, gsm. Uh. Ja. Uh, <laughs> kan zingen. Nee, ja, ik vind dat wel zo iemand die. Uh, wacht, mijn neus moet ik ook oppassen als ja. ik dat zeg. Want uh, iemand die van vele, niet... van vele markten thuis is, hard werkt, gelooft in hard werken. Ja, en, dat da en daardoor. Nooit, nooit, nooit onder de 7 op 10 ja. komt. Ja. ja en, en af en toe en achter ook de comma Andries komt helaas ook de, het zinnetje en daardoor vreemd genoeg soms in de shit terecht komt. En mm. ik vind dat niet erg, want zo zit het leven in elkaar. Was met dat nu? En, en, en daar hebben we het over gehad, maar vaak denken mensen, ja, alleen 10 op 10 telt nog. Ja, helemaal niet. Mm. Ik vind 7 minstens zo belangrijk. En dan meen ik Had je echt... als kind ook eigenlijk zo alles ja. willen doen? Ja. Ik weet nog letterlijk dat ik op mijn... Ik weet niet of je dat nog hebt meegemaakt qua leeftijd. Wij moesten nog naar het PMS. Ja, ja. Oh, ja. dat oh, weet ik nog. Ja. Ja. En dat, ik vond dat een ja, ja. geweldige, eh, geweldige een instelling. Maar, want ja. aan de hand van hoe dat je in de potten piste, konden die je toekomst voorspellen. Generatie... Ja. Dat vond ik echt sterk. Generatie ja. kinderen die in een beroep zijn terechtgekomen, die ja. veel hoger konden, Absolute. gewoon dat ze een DT-fout schreven. Ja. En, ja. en, ja. en toen moesten we invullen, uh, dan moesten we dan invullen wat wilt je later worden? Uh, de, de vraag der vragen. En ik weet Dat was op een dinsdag namiddag, in Overspeld mm. in dat Datenheim toen. Ik was toen dertien of zoiets. En ik weet nog dat ik, dat ik zei... Wat ik wil, staat hier niet op. En mm. dan kwam zo'n man met een witte jas met hier zo'n vier stilo's. Hij ah, kocht om de geleerde. Yeah. Uh, die, die kwam... Oeh, dat staat er niet op. Alle beroepen nee, staan daar boekenkast die er altijd ja. achter staat. Die ja. ze er zo achter Vol, rollen. Volgens zo, dat mij had hij dat op zijn rug <laughs> hangen. <zo. laughs> uh. En uh, ik die zeg... Die die nee, want wat ik wil worden... En ik zei dat zonder ironie of sarcasme. Ik was dood ernstig mm. Ik zeg... Ik wil op een dinsdagnamiddag, wat het nu is... Wil ik daar zijn? En ik wees naar buiten naar de straat in onze ja. En hij zegt: hoe? Waar is dat dan? Ik zeg: dat weet ik nog niet. Maar ik wil daar zijn. En in mijn ogen was dat bijvoorbeeld truckchauffeur. Ja. Toen was dat nog een sexy beroep. Of eender wat. Ja. Ik, ik herinner me ook nog dat als wij een dommel of een naar een schoolvoorstelling moesten, over schoolvoorstelling, dat ik vooral altijd zat te denken, er zijn dus mensen, zoals die daar, die op een dinsdag namiddag iets aan het doen zijn, ver van huis, dat was ja. toen ver, en die vinden dat te gek, man. En die wonen nog vertaald ook. Dat wil ik. Ja. En zo duidelijk was dat niet. Maar zo dat, dat wist ik al wel, heel rap. Ik wil iets doen met vrijheid, Allee, om het cliché maar te gebruiken. Ja. Maar dat kon even goed trucker zijn, hè. Mm -hmm. Dat stond voor mij ook voor vrijheid. Ja, ik, snap het. En, en, ik had dat als okay. kind mee vuilkarman, onnozel. Ah, ja. nee, maar nee. ik dacht ook, die zijn buiten ja. en die, die, zijn, ja. eh, die, die zitten niet achter een bureau gekluisterd mm -hmm. naar een klok te kijken totdat gedaan is. Die zijn iets aan het doen. Eh. En dat was voor mij, omdat mijn vader had altijd zo ja, ou, eh, een ouderwetse man met een, met een hoog opgeleid diploma, dat is een, u daar is een, daar is een uh, burgerlijk ingenieur. Ah ja, voilà. Die ontwierp eigenlijk uh, drukvaten, van die olievaten, die, die berekende de, de stressfactor, dat die niet uit elkaar ah ja. springen, dus dat was wat die deed. En die, en die, uh, die zei altijd, ja, als je niet studeert, dan eindigde wel aan de vuilkar. En mijn gevoel <laughs> toen ik jonger was, was, Yes. Dat zou ik liever doen dan het geen dat ga doen. Maar uh, voor eerder... Zo'n zo vuilnaar is eigenlijk ook een soort expansievat. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb dus dat heel met die film Men at Work. Ja, man. Maar... Dat is een film dat, dat wilde echt... Met eerste Estevez en Charlie Sheen, Sheen, de twee broers. Ja, ja, ja. ja, ja ik heb <laughs> dat ook gezien. De Cools die zo met al die beginnen frisbeeën met die... Uh, de, die met... vinden dan op een bepaald moment, die, die krijgen zo'n... Een ne, like, zeker? Ne, ja, maar dat is zo'n gast die op hun moet letten. Zo'n zwarte gast, zo'n... Een ex-Vietnam veteraan die nog zo vol PSTD zit, ja. die zo compleet fucked up is, en op een bepaald moment, ja, die, dat is het. En op een bepaald moment vinden ze een lijk in een, in een vuilbak, zo'n soort container, er ligt een lijk in, en die zwarte gast zegt. Oh, look at that. Somebody threw away a perfectly good white boy. <laughs> ik moet, ik, en ik, moet er nog, ik moest er keihard mee lachen toen. Ik weet dat ja, nog. Kan nu ook niet meer, hè? Nee. Hey, nee, hey. nee ja, ja, grappig. Maar wel, wel funny of zo. Dus ja, goh. We gaan, we gaan ergens moeten stoppen, We gaan Stijn, afronden, want Anders gaan we, gaan, we, we gaan we bezig blijven. Ik moet vandaag nog wat mensen beledigen. Dus ik ja, heb ja, nog dus dingen te <laughs> doen. Had, maar, Zo, kun jij ook gewoon eens zeeg tegen de muur gooien? Peur ja, voor ja, de lol. Dan, dan is het kapot. Dan klaar dan we klaar hebben we Hebben we dat gehad? Stijn Meuris, het was in ieder geval een waar genoegen om u hier te hebben. Ik uh, wens u heel veel succes met uw tira. Dank u wel. De eer was uh, volledig van aan en mijn kant. Ook uh, zeker met uh, de ja, reunie van noord Onder andere. Ik ben nog een beetje beschroomd om dat... boel, hoe moet ik het zeggen? Je hebt het toch redelijk duidelijk gezegd ja, voor absoluut. er beschroomd over te zijn. Ja, maar moet toch ik tegelijkertijd. Denk ten nervous shit, Twitch. Yeah, ja, well, nee, no, no, nee. Op we, een bepaald moment uh, moet je gewoon iets bek doen. Bekijk het gewoon zo. Hey. Je, je hebt het gezegd, dus je moet het doen. Voilà. Hey, en je zit er op. Ja. Want ik, soms wordt er dan nog getwijfeld en dan denk ik, nee, ik ben zo niet. Ik ben niet zo'n twijfelaar. Af en toe moet je springen. Weet je wat je af en, en toe niet moet doen? Die gsm wegsmaten. Dat ga ik niet Hou doen. daar ik, een ja. beetje mee. Of tenminste met een soort... Ik, misschien moet je een soort elastiek uitvinden, of dat je die je, kunt weggooien. Of zo'n die gewaasd, ja. dat die wel terugkomt en, je en komt dat komt je machtig. Dat zou nog cool zijn. Oké. Okay. Goed, weg, Stijn heen. Meuris, het was een plezier om u hier te hebben. Ik was, zoals gewoonlijk, Alex Agnew. Dat was, zoals gewoonlijk, Andries Bekkers. En dit was, zoals gewoonlijk, Welcome to the AA. Tot de volgende keer. Laters, bitches. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah-ah, ik ben hier aan je gezond. Als het ergens over moet gaan, zijn de besteden. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.